Goedenavond, welkom op deze mooie zondagavond. De eerste race van de TVT tussen DRE en Nordic E-Racing. De Deense vrienden van ons. Naast mij heb ik zitten vanavond Jacco Okampa. Goedenavond. Goedenavond. We hebben er zin in. Stiekem weg een beetje zenuwachtig. Ja, toch wel, hè? Toch wel een beetje zenuwachtig. Vooral ook omdat het natuurlijk een team versus team is. Hè? Dat is natuurlijk wel best wel een klein beetje officieel. Ja, wel een klein beetje erg officieel inderdaad. Ja. Ik ben benieuwd hoe de mannen er zelf in staan vanavond. Maar als ik het zo zie, dan met de rondjes die ze aan het rijden zijn, aardig wat concurrentie op de baan. Kan leuk worden. Ja. Ik zie Ivo is ook al in de house. Goedenavond, Ivo. Ja, mikkertje. Yes. Gisteravond nog heel goed gedaan bij de... Een 12 uur race. Ivo, toch? Die had ook, ja, zeker. Die heb ik mooi mogen commentaren in Stit 3. En die heb behoorlijk teruggereden naar Helderman. Zeker 45 seconden dik teruggereden. Dus die weet wel van want, hè? Die weet er wel pap van. Absoluut, absoluut. Hier kijken we mooi mee bij Nicolai 2003. Met een mooie Deense, zoals jij dat net aangaf, Jacco. Simpele, maar toch hele mooie livery. Veelzeggend, absoluut. Ja, weet het, de Deense vlag is het, hè? Eigenlijk de kleuren van de Deense vlag, rood en wit. En, ja, je ziet het wit inderdaad aan beide kanten bij de deurposten ook mooi naar beneden komen. Dus het is inderdaad de Deense vlag die ze hebben gebruikt. Ja. Ik kijk nu mooi mee bij Nicolai nog steeds. Die zijn rondjes aan het rijden is. Over een aantal minuten zullen we gaan starten met de kwalificatie. Het is een in tweeën gesplitst deze race. Vanavond zijn de pro-rijders waar wij beide het commentaar doen. En aankomende zondag is deel 2 tussen de pro-IAMs. Ja. En de punten van beide worden bij elkaar opgeteld. En daar komt één winnaar uit. Dus vanavond is nog niet zeggend. Maar wel belangrijk. Ja. Hoe heet het? We hebben dus 6 man van DRE in de race. Hè? Ik zal de namen nog even noemen. Vicious Venom, Mr. Numaga, Briardon, Geronimo, Zilverpijlen en Mr. Gio. Dat zijn de 6 matadoren die het vanavond gaan doen voor ons. Ja, absoluut. En wat denk jij wat de kansen zijn vanavond? Ja, we hebben wel een paar hele snelle boys erbij. Hè? Zoals bijvoorbeeld Vicious Venom. Waarvan ik net van jou te horen kreeg dat hij met controle rijdt. Dus dat vind ik super, super knap dat hij zo verschrikkelijk snel is. Ja, absoluut. Het is echt niet normaal als je dat met de controle kan. Ja, jij rijdt zelf ook met controle natuurlijk. En ik kan er alleen maar respect voor hebben. Zeker weten. Maar ik ga wel, ik heb mijn stuur al wel hier liggen. Dus ik ga binnenkort, ik moet er even kijken waar ik die op ga monteren. Hè? Want ik heb nog geen seat of niks. Dus, maar het moet wel overgaan op stuur, vind ik zelf. Maar goed, dat is even iets heel anders. En wat zijn onze kansen? Ja, we hopen er het beste van. Ik zie nog dat die Eva Lang is nu even in deze warm-up nog de snelste. Ik vroeg me af of dat het misschien een dame was. Maar we zullen dat niet weten. Hè? En dat maakt het niet zo heel veel uit natuurlijk, maar wel grappig. Ja, absoluut waar. Zeker niet een langzame rijden. Maar we hebben net ook al het een en ander gezien. Ook veel mensen die op de zachte band rondjes aan het rijden waren. En dat de tijden toch nog wel soms wat uit elkaar lagen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zometeen op race pace is. Is dat natuurlijk iets anders? Ja. Volgens mij gaan we zo van start. Yes. Want ik zie Gio die vraagt hoe iedereen klaar is. Dus we zullen zo wel beginnen. Ja, zometeen zal de kwalificatie gaan starten en daarna een hele kleine break voor de rijders. Dan wordt handmatig wordt de opstelling die wordt ingesteld. En dan gaan wij 90 minuten lang zonder, alle banden mogen gebruikt worden. Waardoor jij denkt het snelste zijn lekker gebruiken. Ik heb al dingen voorbij zien komen. 2 stoppers, 3 stoppers, shortshiften, niet shortshiften. Dus wat dat betreft... Ik weet het niet, maar we gaan het zien vanavond. Ja, inderdaad. En nou, Mieter Gio heeft de kwalificatie van start gaan. Dus ik ben heel benieuwd. Yes, dan gaan we mooi kijken bij degene die als eerste de baan op komt rijden.
Die gaat ook als eerste een tijd neerzetten. Ik zie ook in de chat, Badgast is er, Tim is er, Mika is er, Serge is er, Drijvertje, Horenberg, welkom allemaal. Ja. Juich en schreeuw ze naar de overwinning, de mannen vanavond. Even kijken wie als eerst voorop rijdt, Nicolai. Dus daar gaan we mooi met Nicolai mee. En dan zal ik even kijken of ik hem vanuit de binnenkant van de mooie Mitsubishi Lancer kan mee laten lopen. Ja. De puntentelling is trouwens ietsje veranderd. We zouden exact dezelfde puntentellingen gaan gebruiken als bij de Formule 1. Maar omdat daar iets veel grote gaten tussen waren, dan had het eigenlijk na één race, mochten er drie Deense mannen bovenaan staan, dan is het eigenlijk al gespeeld, praktisch gezien. Dus we hebben de puntentelling iets veranderd dat het dichter bij elkaar is. Rens is daarmee bezig geweest. Ik zie ook succesmannen van Rens trouwens. Dus die kan jullie daar uiteindelijk meer over vertellen wat de puntentelling daar exact van zal zijn. Ja. Maar de kansen is voor iedereen gelijk. En Nicolai die nu richting start-finish gaat. Het lange rechte stuk. Dit is zijn outlap nog, hè? Dus ja. Vanaf nu gaat de meter lopen, zeg maar. Dan gaan we mooi met Nicolai mee kijken wat voor tijd hij gaat neerzetten. Kun jij zien wie er achter Nicolai rijdt, zodat we die gelijk daarna kunnen kijken? Dat die Eva Lang. Die Eva Lang, oké, de volgorde die we nu links in beeld zien is ook... Ja, daarna dus DK, DSK, DSK 29. Yes. Ja, inderdaad nog de volgorde die nu nog in beeld staat. Zo rijden ze nu ook. Dus alle Nederlanders zitten voor een groot gedeelte bij elkaar. Inclusief als we zeggen Nederlanders deze stream, bedoelen we dus ook Riadon, hè? Die bedoelen we daar ook mee. Yes. Onze Belgische Nederlander noemen we het gewoon. Ja, precies. Ik zie nog meer mensen. Kom aan, André. Hoi, hoi. Leuke baan. Pittig autootje. Ja, het is best wel een pittig autootje inderdaad. Je moet te veel laten lopen of laten rollen eigenlijk. Je bent er best wel snel kwijt. Niet te snel op het gas willen gaan. Licht autootje. Met een heerlijk geluid, al zeg ik het zelf. Ik zie dat Rob Schoens ook in de chat zit. Hoi, Rob. Yes, yes. Gisteren zaten we op de 50 kijkers, dus dit moeten we overheen, hè? Ja, lijkt mij wel. En we hebben er nu 17, dus we hebben nog een paar man te gaan dan. Ja, iedereen zit nog te eten of doet zijn kinderen naar bed. Ja. Gooi je het gewoon op. Ja. Lekker gooiautootje, ja, absoluut. Dat is het zeker. We gaan nu met Nicolai, die gaat zijn eerste tijd neerzetten. En dat gaat zijn een 1.31.7. Ja. Dat kan beter. Eva Lang, 1.29. Ja. Ja, inderdaad. Die Eva Lang met een 1,29. Dus die gaat er gelijk al flink onder. Onze eigen Visjes. Nu tweede. Maar ook met een 1,29,8. En Geronimo erachteraan. Yes, dus 0,6 seconden tussen Eva Lang en Visjes Venom. Dat is toch stiekem al wel veel. Ja, absoluut. Maar het is nog niet gespeeld. Lang die heeft ook nog eens gereden. Vooraan natuurlijk. Hè? Dus die heeft ook niet extreem veel slipstream gehad. Ik zie jou vragen, Mika, of Eva een vrouw is. Weten we niet. Hè? Dat is een hele goede vraag. We vroegen wij ons ook wel een beetje af. Maar we durfden het niet echt te vragen. Hè? In deze tijden van feminisme, noem maar op. Maar, ik denk het Deense zusje van Noah Lang. Ja, zou kunnen, ja. Zoek het eens even uit, Fred, zegt Mika. Nou, dat doen we maar niet, hè. Wij zouden dan moeten uitzoeken of Eva een vrouw is. Nou ja, dat hebben we maar niet gedaan. Maar wie weet, Mika, misschien is het wat. En de mannen gaan weer het rechte stuk op, Jacco. Ja. Dus we gaan nieuwe tijden zien. Ik ben benieuwd wie er nou... 1.30.0. Daar gaat Vicious Venom. 1.29.8. Kijk, die snoept toch weer een beetje bij. Ja. Inderdaad, ja.
Het kan zometeen ook nog wel best wel spannend gaan worden bij de eerste bocht. Als de race gestart is zometeen. Dus. Ja, die chicane zeg maar. Die chicane die ook nog naar beneden loopt. Yes. Lijkt een beetje de corkscrew. Op Laguna Seca vind ik altijd. Daar heeft hij wel iets van weg. Kijk nu eventjes mooi mee met onze DRE Geronimo. Die net voordat de kwalificatie begon en de stream nog niet startte er erg lekker in zat. Die kan beter. Van de Nederlanders is de volgorde nu Vicious Venom op de tweede plaats. Geronimo op de vijfde. Mr. Numaga zevende. Briadon achtste. En Zilverpijlen tiende. En dan Mr. Gio op de elfde plek. Dus aardig over het hele veld verdeeld worden. Ja, met nog 9 minuten te gaan, dan gaan we gewoon mooi voor de P1, P2, P3 voor de Hollanders natuurlijk. Ja, precies. In de mooie oranje bolide van die Geronimo gemaakt heeft. Gewoon even het vermelden waard. Absoluut. Meerdere hebben echt goed hun best gedaan. Zaten mooie liveries tussen. Zelf heb ik gestemd op die van Mika. Vond ik ook erg mooi, maar ik moet eerlijk toegeven, ik vond deze ook wel heel mooi. Ja. Nou, vindt. Ja. Hoe heet het? Senior Snow die zegt nu: dit is een zwangere vriendin van een van de Denen. Dat zou Eva dan zijn, hè? Denk ik. Ja, dat zal vast Eva zijn dan inderdaad, ja. Wat is de tijd van Cloud 9? Kan jij dat zien? Ik heb de informatie uitstaan, dus degene die nu... Oh, die heeft hem al net verbeterd. Die staat op P2. Ja, die staat nu op P2 en die zijn met een tijd van 1.29.6. 29.6. Ja, wat een tijden. Snel. Ja, en Eva Lang nu 1.29.2. Dat is echt heel erg snel. En onze snelste boy is Vicious Venom met een 1.29.8. Maar ja, ik doe het ze niet na. Nee, het zijn behoorlijke tijden. Mooi in de auto even meekijken bij Briardon. Die kan slipstreamen bij Mr. Geo. Wat wel verbazend is dat hij op de 12e plek staat. Aangezien ik weet dat het zijn favoriete baan is. Dus ook dat kan stukken beter. Van Mr. Geo bedoel je? Ja, zeker. Ja, die staat nu inderdaad de laatste. Op 1,2 seconden van de P1. En nog een Deen die zijn tijd verbetert met een 1,29,6. Nu zien we toch allemaal Denen voorop zo'n beetje staan. Ja. De eerste vier zijn nu Denen. En de eerste Nederlander Fischjes op de vijfde plek. Die nu net eventjes buiten de baan raakt trouwens. Dat zag ik eventjes in de eerste chicane. Mooi om te zien hier, Briardon, die wat we vaker hebben genoemd met controle rijdt en toch heel stabiele bewegingen maakt. Briardon ook met controle? Absoluut. Oh, jongen. Dus wij hebben gewoon twee controlerijders. Jazeker. Nou, petje heel diep af. Ja, absoluut, ja. Ik ben dan wel heel erg benieuwd. Jij rijdt natuurlijk zelf ook met de controle. Als je een lange race rijdt, hoe intensief is dat? Want als ik uit een playseat kom met alle bewegingen, kom ik dan best wel bezweet uit af en toe. Hoe is dat met de controller? Ja, dat valt wel mee. Het enige wat je beweegt is natuurlijk een beetje je vingers eigenlijk. Hè? Ja, precies. Dus, ja. Maar goed, wat ik al zeg, ik heb mijn stuur al liggen. Ik moet daar gewoon naartoe. Want ja, het lijkt me ook gewoon veel leuker. Maar nogmaals, heel knap dat deze twee gasten zo misschien snel zijn met de controller. Ik vind het echt heel bijzonder. Heel knap. Ja, en wat voor stuur heb je liggen, Jacco? Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Ja, wat was het ook alweer? Moet je even kijken wat het is. Ik heb hem al heel lang geleden gekocht. Zal ik in de chat wel eventjes antwoord op geven vanavond? Dat ik ben het even vergeten. Eentje met een grote SCART-kabel erachter. Eentje die een paar maanden geleden opeens in de aanbieding was bij een site in België. Die heeft de half... Al drie heeft er toen een besteld, volgens mij. Maar goed, Dus dat is dan waarschijnlijk de T300, denk ik, van Thrustmaster. Ik denk het wel. Ja, de T300 was het, ja. Dus, ik hoop dat het wat is.
Ja, ik zelf rijd ook met de T300 RS. Wat Marlon ook zegt. Ik vind het een heel fijn stuur. Ja. Ik hoef eigenlijk niet anders. Maar ondertussen zijn de Denen wel heel erg snel. En is Zilverpijlen nu de snelste Nederlander op de zesde plek. Die 45, kijk. Even kijken hoor. 45 honderdste voor ligt op Fiches verder. Ja, de Denen zijn inderdaad aardig snel. Als we hier kijken, gewoon de nummers 1 tot en met 5 alleen maar Denen. Ja. Wat ik wel het vermoeden heb, is dat de instellingen die er gebruikt gaan worden... wel enigszins bekend zijn bij de Denen. Die gebruiken hem volgens mij ook in hun eigen kampioenschap. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben dus tijd zat gehad om te oefenen. Ja, ja precies. Zilverpijlen staat in de pits. Die gaat nog even een bandenwissel doen. Ja, dat hoeft niet, want er is geen slijtage. Dus ik weet niet wat hij nu in de pits doet. 1.29.0 voor Eva Lang. Ongelooflijk. Jongen. Moeten we eigenlijk mooi eens even meekijken vanaf de... Oh, die ook goed gebruik maken van elkaar met het slipstream, wat goed duidelijk hier te zien is. Ja. En één snelle ronde kunnen rijden is echt nog niet alles, hè. Uiteindelijk gaat het ook om de race pace die je vast kunt houden. Dus niet alleen die ene snelle ronde. Dus sorry? Ik zie in de chat eigenlijk een antwoord op een van jouw vragen. Eva is geen vrouw, dat is de naam van zijn moeder. Hij heet Karel. Ja, kerel. Hij kerel, bedoelt, Karel. Dat zou wel Achterhoek zijn voor ja, kerel. Ik heb geen idee. We zijn hier allemaal Hollands, toch? Ik denk dat Mika een grapje maakt. Even kijken. Nou ja, Zilverpijlen nog steeds op de vijfde plek. Ja, mannen van DRE, kom op. Dit kunnen jullie beter. Ja. Maar goed, het gaat uiteindelijk om de race. Dus bij de eerste bocht gewoon 6 man eraf tikken en je bent weer door. Ja. Nee, dat... Trouwens, we zijn mensen van de luisteraars. We zijn allebei verkouden, Patrick en ik. Dus af en toe even een hoesbui tussendoor. Dat komt niet dat jullie dat ons kwalijk nemen. Maar ik ben gelukkig niet verkouden. Dus dat scheelt. Je bent gewoon wat zwakker. Ik ben wel heel erg verkouden. Dus, maar geen corona, zeg ik er gelijk maar achteraan. En dat moet je tegenwoordig er even bij zeggen. Mika is even hun stream gejoined. Ja, hoe klinkt hun taal, Mika? Daar ben ik eigenlijk ook stiekem echt wel benieuwd naar. Ja. We kunnen ook ons mond houden en gewoon doorlinken. Kunnen we niet de stream... Ja, dat kan ook, hè? De stream doorlinken. Ik ga mooi even meekijken bij onze nummer 6 Zilverpijlen, die toch wel de Nederlandse ere hoog houdt op dit moment. Ja. Die later ingestroomd is voor Horenberg. Die ik vanmorgen nog eventjes in de party had. En er volgens mij nog niet helemaal lekker in zat, maar nu toch wel eventjes een snelste Nederlandse tijd neerzet. Ja. Horenberg die problemen had met zijn stuur, hè, en daarom het niet goed leek om deel te nemen. Daarom is Zilverpijlen inderdaad, heeft hij in moeten stappen. En dat doet hij nu toe goed, want hij is nu de beste Nederlander op dit moment. Absoluut, met nog 1 minuut 30 op de klok. Na 1 minuut 20 inmiddels bijna. Ja. Gaan we toch al richting het laatste rondje. Dus nu moet het gebeuren. Ja. Inderdaad. Even kijken wat Zilverpijlen. Je kan de tussentijd ook niet zien. Fiches Venom in 29.6. Numaka 1.29.9. De tijden beginnen wat beter te worden, maar het is nog niet genoeg. Ja. Fiches nu op de vierde plek. Fiches Venom. Dat is op zich goed nieuws. Die is dus van de zevende naar de vierde plek gegaan. Ja, het is ook ongelooflijk hoe snel die Denen zijn, want eigenlijk hebben we daar helemaal geen enkel research naar gedaan. We zijn in contact gekomen met de Denen die eigenlijk aangaven dat ze gewoon een andere club zochten waar ze een beetje mee konden matchen, een beetje lol trappen, leuke races kan hebben, wel serieus, maar zo zijn we eigenlijk een beetje terechtgekomen bij deze mannen. En
ja, niet wetende hoe snel de mannen eigenlijk überhaupt zijn. Al moet ik zeggen dat ik het verschil ook tussen Vicious Venom nu zie, hè, met de 0,001 en daarachter ook 0,006, zegt dat eigenlijk allemaal niks natuurlijk. Hè. Het is minimaal. Ja, wat ik al zei, dit gaat om één snel rondje. Uiteindelijk gaat het ook om de race pace die je vast kunt houden. Exact. En het einde is, wie rijdt er voorop in de rij? Wie gaat als eerst de tijd neerzetten? Ik vlieg er even doorheen, mijn excuses. DSK, die gaat nu richting start-finish en die gaat zijn tijd vastzetten met een... Gaat hij hem verbeteren? Nee, Vicious Venom ook niet. Briadon is nog sneller. En daar komen de rest van de mannen, die gaan het veld over. Cloud heeft een penalty aan de broek van 4,5 seconden als beste. Ja, dat is inderdaad een goede, ja. Is er nog iemand bezig? Ja, er zijn nog twee Denen bezig. Baba Bos is nog bezig. En, oh nee, nee, die zijn niet meer bezig, toch niet. Nee, dit is het. Ja. De mannen moeten naar voren gaan werken met z'n allen. En de Denen die gaan elkaar op weg helpen richting een overwinning. En wij Hollanders die gaan die gewoon mooi even afpakken. Precies. Wat dacht je daarvan? We gaan nu even ter info voor de kijkers. Hè. We gaan nu dus even een rondje rijden. Hè. Dat is even een... er komt nu voor ons een mini-race van één ronde. Die telt nergens voor. En daarna krijgt iedereen even de tijd om nog eventjes sanitair stop te maken. En beginnen we met de echte race. Yes, yes. Nogmaals, een herhaling op wat we in het begin van de avond al zeiden. Deze avond heeft geen vaste banden die gekozen moeten worden of die niet gekozen mogen worden. Dus het is gewoon volledig vrij. 70% benzine, meen ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. Dus ook dat is wel belangrijk om te weten. Het is niet 100%, dus ze moeten toch gaan kijken. Gaan we short shiften? Gaan we gewoon lekker vol trappen en door? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Ja. Ondertussen stelt Leentje een vraag in de chat. Klopt het dat de kwali op verschillende banden is verreden? Nou, volgens mij niet. Volgens mij is iedereen op soft weggegaan. Ja, dat was volgens mij ook de afspraak. Dus Zilverpijler staat nu in de pits en heeft hem alvast veranderd in M. Nee, het zijn allemaal softs. Ging nog even door. Ja. Ik krijg ook een berichtje van Mr. Geo die me nog even appt. Die zegt, deze zijn wel erg goed, punt. Ja. Dus ik moet eerlijk bekennen, ik ben aardig onder de indruk. Ja, petje af. Absoluut. Maar we moeten even wachten omdat Zilverpijl in de pit staat. Daar moeten we even wachten tot de tijd is afgelopen. 9 seconden, 8 seconden. Dus En dan dus zoals ik al zei, een race van 1 ronde. Net zoals we deden in de 7500 en de 10.000. Ja, dus, en daarna pas de echte race. Mm-hmm. Exact. Ik zie erg veel rood aan de voorkant. Dat is... Wat mij altijd geleerd is, mooi rood is niet lelijk. En één dappere strijder tussen, Vicious Venom. Ik zie dat Marlon zegt in de chat, ze hebben flink geslipstreamd. Dat moeten we meer op trainen. Ik moet eerlijk toegeven, dat heb ik exact hetzelfde over gestuurd naar Geonet. Zometeen met z'n allen mooi door bocht 1 heen. Nou ja, nu zegt het natuurlijk nog helemaal niks. Het zegt gelukkig nog niks. Ik denk dat zij niet voor de 12 uur hebben getraind afgelopen week. Nee, dat vermoed ik ook. Nee, precies. En misschien schrijven ze wel aan de volgende keer, Frankie. Ja. Op een gegeven moment hadden we wel een Deen in de chat, hè, in de stream. Ja, dat was leuk inderdaad. We noemden één keer de naam Nordic E-Racing en het was binnen no time stond het in de chat. Dus die was al een tijdje aan het kijken, denk ik. Aan het gluren welke mannen er mee reden. Ja. Maar de race is nog steeds niet gereden. 90 minuten lang zometeen zijn jullie nog niet van ons af. Och,
Nee, er kan er zoveel gebeuren. Er kan zeker nog veel gebeuren. Maar ja, wat hun nu zeggen, wat hun nu waarschijnlijk denken, is die eerste klap is een daalde waard. Maar dan de Deense variant daarvan. Dat denk ik nu waarschijnlijk. Ja, exact, ja. Maar goed, hopelijk gaan ze lekker in een automatische piloot rijden, de mannen uit Denemarken. Dan onderschatten ze misschien toch de krachten die wij hebben. Ja. Want die ze hebben wij zeker. We hebben echt niet de minste mannen staan vanavond. Nee, zeker niet. Zeker niet. Althans, ik spring een gat in de lucht als ik een van die mannen eruit draai. Ja. Zo reëel moeten we ook zijn. Ja. Deze race, de ene is gewonnen door Eva Lang. Maar goed, het heeft allemaal niet zoveel veel te betekenen. Nee, absoluut. Mooi beeld hier. Eva Lang, Vicious Venom samen, zij aan zij. Tactieken met elkaar delen. Ja, precies. Even zwaaien naar elkaar. Hebben de Denen een eigen chat? Ja, zeker. Ik weet niet of iemand de link van de Denen op Twitch ook kunnen delen, zodat het wellicht leuk is om eens heen en weer te swappen. Natuurlijk, blijf bij ons en blijf met ons chatten, maar ja, het is toch wel leuk om vanuit hun perspectief te horen hoe zij praten, hoe zij doen, hoe zij switchen. Ja. Ik heb van de week nog even gekeken in hun Twitch-profiel en ook even een race van hun teruggekeken. Of althans een stukje ervan, maar goed, je verstaat er echt geen ene zak van. Het is allemaal knoei. Je verstaat er echt helemaal niks van. Dus, Zou je dat nog een keer kunnen herhalen? Nee. Nee, maar klekzak, dat klopt. Ik probeerde al Google Translate erbij te halen om ze een goede avond te wensen voor degenen die aan het kijken waren, maar dat ging me al een beetje te ver. Ja. Ik zei zat van, die klemtonen kan ik überhaupt al niet leggen, dus dat laten we voor wat het is. Ja. Even kijken, misschien kan ik het er nog bij halen. Ik zal eens eventjes vragen in de chat, terwijl we... ik zal eens even vragen, any females in de Danish team? En dan hou ik het een beetje algemeen. Dan, ja, precies. Good afternoon. Good evening. Het is nu een kleine break voor de mannen. Een plaspauze. Ik weet niet wat ze gaan doen voor de rest. En ik zie een aantal mannen die zijn zo fanatiek. Die gaan gelijk de baan op om zich weer in te rijden. Terwijl je nog 90 minuten te gaan hebt. Ja. Ze klinken als Engelse autosportcommentatoren. Ja, in wat voor opzicht moet ik dat zien, Frank? Heel monotoom of... Hoe klinken Engelse autosportcommentatoren? Met zware stem, heel monotoom. Dat is het eerste wat er bij mij in me opkomt. Maar goed, ik heb nog wat terug te kijken vanavond in het Deens. Heb ik een vaag vermoeden. Die Nicolai die bevestigt nu dat er één vrouw zit in het Danish team. Dus dat zou je toch bijna denken dan dat dat Eva wel moet zijn. Nou ja, misschien wel een Bijtske Visser van Denemarken. We weten het natuurlijk niet. Yes, everyone. Ja, oké. Okay. Nou ja, vraag nu 06 nummers aan, Jacco. Ja. Staat nu live op de stream, hè? Ja. Dat nemen ze hier niet meer af. Ik voel het voor Mika, Ja, ik snap hem. Kan er aangemeld worden voor teambats of is het enkel eenmalig? Wij hebben, als je lid wordt van Dutch Race Events, hebben we één keer in het half jaar, gok ik zo'n beetje... Heeft er nu even een wat langere tussenpauze gehad. Hebben we een team versus team. En het is altijd een beetje zoeken naar clubs. En daar kun je een kwalificatie voor doen. En daar maakt iedereen kans. We werken bij ons in drie divisies. En alle drie de divisies hebben kans om zich te kwalificeren. En in dit geval hebben wij ervoor gekozen om de zes snelste mannen neer te zetten bij de pro's. En bij de pro AM die volgende week gereden gaat worden, hebben we ervoor gekozen om niemand uit divisie 1 te halen. En eigenlijk alleen de divisie 2 en 3 de kans te geven om die race te kunnen en mogen rijden. Dus iedereen komt aan bod.
Maar je moet er wel wat voor doen. En we hopen nu natuurlijk dat voor de race van volgende week ook de Denen een beetje hun tweede, hun divisie 2 en hebben aangesproken. En niet dat er gewoon mannen die net zo snel zijn als deze, want dan wordt het een beetje een saaie race. Maar goed, dat gaan we zien. Dat is even afwachten. We focussen eerst nu op deze race natuurlijk. Ja, dat is altijd afwachten. Dat weet je van tevoren ook nooit. Want er wordt ook niet besproken over wie er gaat rijden. Je weet de achtergronden ook niet. Dus je gaat er gewoon blind in. En soms heb je races, dan heb je 90 minuten dat je achter de feiten aanrijdt. En er allemaal Hamiltons en Verstappers op de baan zijn. En een andere moment heb je... Leukere races, om het zo maar te zeggen. Dat fluctueert, hè? Ja, precies. Wish us luck, we'll need it. Ja, absoluut, Geronimo, maar jullie kunnen het. Wij hebben daar echt wel vertrouwen in. Snelle tijden zegt hem, want ik zeg aan... Je kan mij niet wijsmaken dat ze zometeen 90 minuten lang gaan slipstreamen. We krijgen trouwens een compliment van Robert Borejas. Dat is geen DRE-lid, weet ik nog van gisteravond. Vandaag goede commentators. Leuk om te horen, ja, absoluut. Ja. We doen echt ons best. Ja, Robert Borejas, ik weet niet of je zelf ook Gran Turismo speelt, maar meld je anders gerust aan bij DRE. Ja, leuk dat je gisteren en vandaag even een kijkje komt nemen in onze stream. Nou, gisteren is 90 minuten een sprintrace. Ja, dat klopt inderdaad. Desalniettemin wel nog stukken spannender, Urkster. Want gisteren heb je natuurlijk met een endurance race van 12 uur grote gaten ook tussen zitten. Dan wordt het een marteling op een gegeven moment. En dat is ook heel mooi om te zien. Op een andere manier. Hier mooi eventjes Briardon die zijn auto aan de zijkant heeft neergezet om even te wildplassen, denk ik. En die nu weer de baan op gaat. Ja, die gaat hem weer rijden. Dat hengelen heeft even geduurd, maar we kunnen weer. Een Geronimo die nog in de pitstraat staat. Ik vermoed dat ze om 9 uur gaan starten, denk ik. Maar dat was eigenlijk officieel de planning. Het zijn net Bert en Ernie. Ik weet niet of ik dat als een compliment moet zien, maar... We proberen zo informatief mogelijk te zijn voor alles en iedereen. Briardon, de pits in. Hier kunnen we nu mooi nog eventjes meekijken in welke versnellingen de bochten genomen worden. Kijk, aan de binnenkant van de auto bij Eva Lang. Ik kom net achter dat heel lang mijn microfoon daar stond. Dus, ja, maakt niet uit. Ik lul wel een end heen hoor. Ja, ik mijn ouwe hoeren en lach al mijn eigen grapjes. Maar, Stefan die zegt van ze hadden het erover dat ze met Donneke op Facebook contact gehad hebben. Ze vinden het wel gaaf dat ze tegen ons mogen rijden. Ze vinden het een eer en ze hebben wel snellere rijders. Ze hebben wel sneller rijders bij Dree, zegt Stefan. Ik weet niet, niet helemaal wat iemand nu met dat laatste bedoelt. Ja, ik heb samen met Don contact opgenomen en Rens is er later bijgekomen om de verdere afhandeling te doen. En de Denen waren gewoon erg gemotiveerd en ze hadden er gewoon ook heel veel zin in om in een fair race. Dus ik vermoed ook echt wel dat deze mannen fair en clean rijden. Daar twijfel ik echt niet aan. Wij doen ook absoluut ons best daarvoor, maar... wij hebben het alleen natuurlijk met elkaar gepraat. Dus voor de rest weet je daar ook niks van. Maar dat zit wel snor. Senior snor. Dat zit wel senior snor. Dat denk ik ook, ja. Ze hebben veel goede rijders. De Denen hebben 41 kijkers. Jongens, wat is dit nou? Wij moeten er meer dan hebben, hè? Bij 38 op dit moment. Dus, Terwijl ik dat zeg, zitten we op, even kijken hoor, op 36. Oh, ik doe die meldingen gelijk verleggen. Dan denken de twee mensen, tabby. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Nee, maar er wordt ook heen en weer geswitcht en dat is leuk en dat is logisch. En... Volgende week mogen wij aan de bak. Ja, dat is de bedoeling, ja.
Het is wel een pittig baantje. Lekker laten rollen die auto. Ik zie Mr. Geo succes wensen. Dus dat betekent, het is nu 9 uur exact. We gaan starten. Let's go. We gaan voor een sportieve race. Ja, exact. Daar gaan we voor. Wat Frankie zegt, mooie rustige stuurbewegingen. Dat is zeker belangrijk bij deze auto. Want je glijdt alle kanten op. Was voor mij ook een aardige overgang. We gaan beginnen. 4-3 seconden, 2 seconden. Yes, yes, daar gaan we. Toch wel lichtelijke spanning, Jacco. Ik weet niet hoe het bij jou zit, zeker. Maar het brengt toch wel weer iets anders met zich mee. Ik zal de laatste man eventjes in de gaten houden, zodat ik de staat van het veld even bij de start kan zien. Hier zien we ook mooi de tijden in beeld. Van 1.29 laag tot een 1.30er gereden. Poepie, ook poepie sneller, 1.30. Ik haal het niet. Ik heb het ook nog niet gereden, dus. En hij bukt hem weer, dus ik kan niks doen. Zo. We zijn van start. Het beeld werkt niet mee. Ik moet heel snel eruit en er weer in. Ik zal nou even naar Eva gaan. Ja. Eva rijdt op de eerste plek. Vicious Venom op dit moment tweede. Dus die heeft er een paar plaatsen goed gemaakt bij de start. En dat is ook de eerste Nederlander. De volgende Nederlander is op de zevende plek. Op dit moment Vicious Venom die zij aan zij rijdt met NR Cloud van de Denen. En die hem nu voorbij gaat. Oeh, het is Vicious Venom helemaal omgeven door de Deense coureurs. Dus die moet op dit moment voor ons de ijzers uit het vuur halen, Vicious. Ja, het is ook al ongelooflijk knap. Hè? Moet je nagaan, je kijken hoe dicht alle auto's op elkaar rijden. In principe zie je bijna niks. Het is puur focussen op de rempunten en niet achter iemand knallen. Dit is ook wel een tricky bochie. En je ziet het ook, ja. Veel contact. Ja, en gelijk de eerste pilon dan al uit de bocht geslagen. Dus dat is altijd fijn. Oeh, een visjes uit de baan. Visjes uit de baan. Maar ik probeer hem goed op te vangen. Die wel een straf te pakken heeft. En hem zo meteen, dat is het zeker. Minder prettig bedoel ik. Je zal hem hier zo meteen moeten gaan burnen. Maar hij mist dan wel een hoop snelheid, denk ik, voor het rechte stuk. Het is net een heel klote moment om nu al te moeten burnen. En ik hoop wel dat hij dat doet. Dat is toch het sportiefste. Al zal het wel moeilijk zijn om die te burnen. Ja, hij burnt hem. Ja, nee, hij burnt hem niet. Hij blijft staan. Kijk, nu burnt hij hem. Ja. Oké. Netjes. Er zijn nu zijn er de eerste 5 plekken dus voor de Denen en Vicious Venom en Numaga op plaats 76. Nogmaals, we hebben 90 minuten te gaan, dus er is nog niks gespeeld. Hoe zit het met de bandenkeuzes, Jacco? Kun je ons een beetje mee door het veld nemen? Ik zal vanaf de Denen meenemend, Evan Lang zacht, Plaut op normaal, dus medium, Nicolai medium, Thomas zacht, DSK op normaal, Vicious Venom, de eerste Nederlander rijdt op zacht, Numaga op zacht, Gio op zacht, Briadon op zacht, dan weer een Deen, die rijdt ook op zacht. Geronimo op normaal en Zilverpeiling ook op normaal. Dus de eerste Nederlanders rijden allemaal op zacht en de Denen een beetje de mix. Oké, dat is interessant. Ja, dus, maar ja, ook daarvoor geldt wel als die boys al zo snel zijn met normaal. Maar goed, we gaan het zien. Gaan we mooi eventjes achterin het veld ook even kijken. Daar rijdt Geronimo op P11 en Zilverpijlen op P12. Die gewoon nog bijblijven. Dus het zegt nogmaals, het zegt helemaal niks. Nee, precies. En de eerste tijden gaan gezet worden. Waarbij de snelste ronde ook tevens van Eva Lang is met een 1.30.3. En toch al 4 seconden losjes van de nummer 2. Jacco, ik daar is wel... Echt schrikbarend eigenlijk. Ja, precies. Zelden meegemaakt bij een TVT dat het zo snel los was. Vicious en Numaga die goed in het treintje gaan rijden met z'n tweeën. Hier mooi even kijken of ik hem vanuit de binnenkant kan meepakken. Vicious Venom, dit is het beeld waarschijnlijk die hij kijkt. Of
of hij kijkt op zijn bumper. Dit zijn kleine kusjes die je continu geeft als je zo dicht bij elkaar zit. Zoekende naar een inhaalactie en die doet hij nu. Mooi dat we dat kunnen zien. Op naar de volgende zou ik zeggen. Numaga haakt ook nog steeds goed aan, dus die kan ook mee naar voren. Ik ga ervan uit dat de Denen geen gevecht met elkaar aangaan, dus er zal niet veel gaan gebeuren. Nee, precies. Late inremactie Vicious Venom. Kijk hoe zijn exit gaat zijn op het rechte stuk nu. Zoek het naar een gaatje. Hij kan nu de slipstream pakken van, van Nikolai. Dus misschien dat hij daarmee bij de corkscrew er weer uit kan duiken. Hij gaat in Esprit schieten nu naast. Kijken. Later inremmen. Wordt. Ja, hij heeft hem. Hij heeft hem wel. Ik vind het knap, want het was wel glijden en later inremmen. En ik weet niet hoe hij het deed, maar dit was wel een hele mooie hoor. Ja, dat is zeker heel mooi. Ik hoop dat hij vanavond de stream terugkijkt en van dit soort acties ook echt gaat genieten. Want dit is wel heel mooi om te zien. Dus mocht je hem terugkijken, Visjes, nu al chapeau. Alleen over deze mooie inhaalactie. Zeker weten. Hier zien we het hele veld de hoek om komen. En zoals jullie zien, het is nog lang niet gespeeld. Laten we hopen dat er iemand afschiet of et cetera. Maar dan wel van de Denen, hè? Ja, absoluut. Maar laten we ook even niet. We hebben nu. Even kijken hoor. Het lag heel even zesde, nu zevende weer. Numaga is ook in gevecht volgens mij. Nou ja, gaan we mooi overschakelen naar Numaga in zijn auto. Wellicht kunnen we het nog een keer voorbij zien komen. Wie heeft het langste adem, hè? Met de versleten banden zometeen. Dat is ook nog wel belangrijk. Kijk, je kan nu nog wel met verse bandjes lekker stampen. Maar als je niet goed kan managen later deze race, dan zit je met de gebakken peren. Die Eva gewoon al 8 seconden los, hè? Even voor de duidelijkheid. Die gaat echt als een brandweer. Ja, die Eva doet gewoon niet mee vanavond. Nee. Maar die vergeten we gewoon. Maar de rest van het veld nog heel dicht bij elkaar. Als je Eva eventjes vergeet, dan ligt de rest van het veld echt nog heel dicht bij elkaar. Kijk, het is natuurlijk ook een feit dat de mannen nu allemaal met elkaar in battle zijn. Hè? Dus dat kost gewoon tijd. En Eva die profiteert daar gewoon van. Ja. Precies. Die ga ik dus niet meer even kijken hoor. Weer terug naar Visjes. Visjes die bij voeten. En nu Maga ook nog op de staat van die DSK. Dus die zit nog steeds mooi in het kopgroepje, zeg maar. Even achter in het veld meekijken. Zilverpijlen die samen met Geo ook nog steeds bijblijft. Geo op P12. Ik ben een beetje in shock, eigenlijk. Ja. Hij rijdt toch ook op zachte banden. Dus ja, daar kan het ook niet aan liggen, zou je zeggen. Nee. Geronimo, P10, Briardon, onze divisie, degene die divisie 2 hoog houdt, gaat ook gewoon mooi mee op een P9. Ja. Zit nog steeds in de hele grote groep, dus doet het gewoon goed. Absoluut waar. Allemaal mooi het rechte stuk op. Visjes nu, neem die even in beeld als je wil, Visjes. Die gaat hij eruit remmen. Nee, dit keer kan het niet. Nee. Hij probeert het wel en het kost heel veel tijd voor Thomas om dat te verdedigen. Waardoor hij ook natuurlijk zijn eigen teammaten ophoudt. Ja. Ja, hij rijdt links van de baan, maar. Even kijken hoor. Ja, de rest nog steeds, wat we net ook al zeiden, nog steeds een heel compact veld. Iedereen, met uitzondering van die Eva, voor de rest iedereen nog vlak bij elkaar. Geronimo krijgt een straf van die hij weg moet burnen. Ja, die burnt hem nu weg. Dat is zijn beste. Ja, dat was eentje van 2,7 seconden, dus...
En moet nu dus ook eventjes wat afstand nemen van de rest, helaas. Ja, absoluut. Ja, Eva Lang op 10 seconden voor. Ja. Hoe zijn de banden op dit moment, Jacco? Ja, Eva die is dus een van de weinige Denen die op zacht staat. Die, als ik dat ver... Maar ja, trouwens, Thomas rijdt ook op zacht. Hè? Dus de eerste twee Denen op zacht. En daarna komt de eigen visjes ook op. Die er nou weer naast komt, de visjes. Spannend. Nee, pak het niet. Die mooie battleset met Thomas. Het is echt, moet je kijken, ongelooflijk hoe dichtbij deze mannen tegen elkaar aanrijden. Ja, knap hoor. En elkaar er nog niet afgetikt hebben, hè? Nee. Dat is echt een mooi gevecht hoor, die twee Thomas en visjes. En hij heeft hem. Hij heeft ook... Ja, hij heeft hem te pakken. Ja. Ik denk dat Thomas een klein beetje moest liften. Ja. De banden van Fishes zijn iets minder erg eraan toe dan die van Thomas. Dus dat is ook voordelig voor Fishes. Absoluut. Ga ik mooi even overschakelen naar Numaka, die ook weer een plekje gepakt heeft. Ja. Maar wel twee Denen achter zich heeft zitten. De hete adem. Ja, dat mag je zeggen. Dat sowieso een hele bubs achter zich aan heeft. Ja, die heeft er maar goed. Hou ze maar op. Dan kan misschien een van onze andere Hollandse vrienden nog ergens een gaatje zien te vinden. Ja. 2,5 seconden achter Cloud. Ja. Mister Geo en Briadon, die zitten ook nog in dat groepje van Numagaze. Die blijven bij, dat is mooi om te zien. Numaga die een hele verdedigende lijn pakt. Echt helemaal de linkerkant. Dus Eden moet remmen ook. Oh, zo. Klein tikkie krijgt daar. Maar overschakelen naar de variabele view. Waar we alle mannen mooi achter elkaar kunnen zien rijden. Ja, dat is toch wel een spannend treintje hier. Ik zie ook Race Frankie zegt, file race, gaaf man. Ja, dit is wel echt waar je uiteindelijk voor kijkt. Hè? Ja, en ik hoop eigenlijk stiekem echt dat we dit nog de komende 1 uur en 18 minuten kunnen zien. Ja, ondertussen slaat Visjes een klein gaatje naar Thomas. Kijk, een seconde, ja dat is goed. Uit de slipstream. En nou wegrijden. Ja, consistent door blijven gaan. Eva is dus gewoon. Eva is op dit moment nog even de klasse apart. Klaar. Gio en Briadon hebben van plekje gewisseld. Dus Gio nu 9 en de Briadon 10e. Yes. Rijden allebei op zacht. Maar ook het Geronimo die gewoon weer een beetje terug aan het rijden is. Ook ziet nu ook Rens, zeg je in de chat, inderdaad, klopt. Ja. Hup, visjes. Nu op 1-3. Kijk, ze allemaal door die chicane gaan naar bocht 1. Kijk, zit bij Mr. Geo zit ik mee te kijken op de variabele view, maar dat zit heel dicht bij elkaar. Ja, nu echt een groepje. Echt heel knap. Oh, drie man naast elkaar. Ja. En een Deen die... Ik weet niet wie dat was, maar die verloor volgens mij 3 plekken. BSA Bos was dat. Ja, BSA die... ik ben helemaal een beetje sprakeloos. Die gasten zitten zo dicht bij elkaar. Dat is echt... Ja, echt je weet eigenlijk bijna niet meer bij wie je moet kijken. Of hij dan... wat is daar gebeurd? Numaga spinde. Numaga, even kijken. Dat is... Kunnen we die nog mooi terughalen? Nu met daar spinnen, dat is jammer, want die lag, dat was onze tweede Nederlander. Oh nee, hij krijgt een tik van een van onze Deense conculega's. Vliegt daarom uit de baan. Ja. Ja, hij wil krijgen. Dus die moet vanaf P11 moet hij mee weer naar voren gaan rijden.
Hij kreeg inderdaad een optater van een D. Ja, wat Mika zegt, shit, race-incident. Ja, dit is wel inderdaad een race-incidentje. Ja, je kan er niet veel mee. Dit gebeurt. En zeker als je zo close racing hebt als dit. De eerste... Oh, Mr. Nubelkaar gaat gelijk de pits in. Die heb ik gelijk wel even gehad. Gaat gelijk wisselen. Die staking X voor de money. Ja, wat Rens ook zegt, de schade staat op zwaar. Dus dat is een van de redenen waarom hij naar binnen moet. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Jacco. Zijn er nog andere mannen die schade hebben op dit moment? Toch even kijken. Even kijken hoor. DSK, die heeft schade aan de bumper. Dat zal dan degene zijn die Nubaka heeft aangereden, denk ik. Ja. Ja, dat is de enige. DSK is de enige met schade aan de voorkant. Die heeft een oplichtende bumper. Ja, wat ik al zeg, dat zal dus degene zijn die ja, dat is wel een beetje jammer, want je gaat daar niet minder snel door rijden volgens mij door de bumper. Dus dat is wel, wel zonde. Ik had liever gehad dat zijn motor naar de galamiezen was, maar... Ja. Ik weet niet of ik dat hardop mag zeggen, maar... Ja, jammer van dat incidentje, want tot nu toe was het toch een hele clean race. Vond ik het juist heel knap hoe ze om elkaar heen cirkelden. Ja, het moest bijna wel een keer fout gaan, zou je zeggen. Ze reden zo dicht op elkaar. Ondertussen Fischjes nu op heeft Thomas op 2,5 seconden gereden. Dus die is ook heel goed bezig. Ja, die is lekker aan het wegrijden. En daarentegen zie je wel dat Eva Lang ook op 12 seconden zit. Dus ik even goed in de gaten gaan houden wat de mannen daar... mannen, vrouwen, genderneutrale, weet ik het. Wat daartussen zit. Zit en blijft. Ja. Oh, en wie gaat daar... zilverpijlen uit de baan. Zilverpijlen uit de baan. Maar kan de race weer vervolgen. Heeft geen schade. Dus nu mag nu op 37 seconden. Ten opzichte van zilverpijlen. Maar is niet zo rek. Want het is de enige die een pitstop heeft gemaakt tot nu toe. En hij staat nu op normaal. Op medium. Op dit moment. Mr. Numaga. Oké. Ik zie ook in de chat, let op, Geo is goed bezig. Ja, die is inderdaad behoorlijk naar voren aan het rijden. Enigszins ook natuurlijk een klein mazzeltje door het feit dat er een hele treintje met elkaar crashte. Desalniettemin was hij al bezig met een goede opmars. Ja. Maar nog wel BBA Bos achter zich heeft zitten binnen een seconde. Dus. Ja. Dat was de... Die BBA Bos was een Numaga killer. Dus hopelijk rijdt hij niet ook Mr. Gio nog aan. En de eerste echte pit van de Denen is ook hier. Thomas gaat naar binnen van P4. Die gaat van een zachte band met 25% in de tank. Ja. Zou jij in de gaten willen houden waarmee hij naar buiten gaat en hoeveel procent hij in zijn tank houdt? Dan ga ik mooi gelijk weer terugschakelen naar Fischjes Venom. Ja. Die zoals jullie kunnen zien toch een klein beetje vrije ruimte heeft. Achter zich zie je nog wel de nummer 3 Cloud de bocht doorkomen. Oh. Die Thomas die gaat de pits weer uit. Ook weer op zacht, maar naar een halve tank. Dat mij verbazen. Dus dat vind ik wel apart. Nou ja, je hebt natuurlijk wel iets meer race pace met een halve tank. Dus ik weet niet wat zijn tactiek is. Maar... Ja. Ik denk dat je ook vaak moet stoppen misschien. Dus, en die pitst op zuur hier walgelijk lang. Ja, dat is een feit, absoluut. Ja, het zou leuk zijn als Mr. Numaga naar hem toe kan rijden. Maar Numaga rijdt op normaal, op medium dus. En Thomas op zacht. Dus, hij zit nu op 15 seconden, Numaga. Dus straks nog eens even kijken wat zijn achterstand is. Oh, een heel mooi gevecht. Bij DSK en consorten. Die zijn nu weer met z'n vieren bij elkaar, inclusief twee Nederlanders. DSK, Briadon. Wat gebeurt daar? Ja, weer een spin. Van weer een Nederlander die eruit vliegt. Godsamme. Ik bedoel, minder prettig, natuurlijk. Nou, volgens mij was daar een bug of iets, want hij blijft gewoon gas geven en drukt niet eens op zijn rem.
Dat gaat volgens mij niet helemaal zoals het de bedoeling was. Nee. Dat is in ieder geval niet een Deen iets kwalijk te nemen in dit geval. Hij rijdt ook... Oh ja, hij heeft natuurlijk behoorlijke schade, dus hij moet naar binnen. Maar ik heb niet het gevoel dat dit... Regissie, denk je. Geronimo die moet inderdaad pitten nu, want die heeft heel veel schade. En die DSK ook. DSK is ook aan het pitten. Ik zal op Geronimo letten wat hij doet qua banden en tank. Nee, hij kreeg geen tik van achter, Marlon. Het was echt puur... Hij remde ook niet. Je hoorde alleen maar dat hij gas bleef geven ook. Dat wordt oorlog. Ja, ik weet niet hoe die Denen er hieruit komen. Ze zitten natuurlijk niet samen in een party, dus je kan moeilijk sorry zeggen. En wellicht. Maar goed, dat is alleen maar voor de spanning leuker, daarentegen. Maar het is niet hoe wij racen, laten we het zo zeggen. Geronimo gaat eruit op hard. Ik haal even een... Sorry dat ik je onderbreek. Even terug, want ik zie Mr. Geo nu. P3 rijden. 4, mis ik iets, excuus. P4. Ik probeerde hem nog terug te halen, maar dat was wel iets... Ja, terwijl Geronimo, die is vertrokken met een volle tank op harde banden. En heeft nu Eva Lang achter zich aan. Die moet zijn best een beetje voortzetten om niet gelapt te worden door Eva. Kijken, Eva Lang. Dan gaan we mooi meekijken bij Eva Lang. Hoe zijn de bandjes daar? De banden van Eva, die zal ik eens even oproepen, die zijn wel voor de helft al naar de kloten. Naar de maan. Dus die banden, die, daar is het beste echt wel vanaf bij Eva. Maar vergelijkbaar bij Visjes, die ongeveer dezelfde staat heeft van banden. En die NR Cloud, die nu op de derde plaats rijdt, die rijdt op de medium banden. En die banden zijn nog maar kwart versleten. Kwart rood, zeg maar. Dus de verwachting is dat die wel richting Vicious Venom kan rijden met de banden die hij nu heeft. Ja, als ze zo doorgaat, ja. Oh, en Eva aan de pits. Eva staat op dit moment in de pits. Dan ben ik benieuwd wat onze Vicious Venom gaat doen. Ik vermoed dat hij meegaat. En dat dus niet doet. Oké. Interessant. Onthoud, 13,7 seconden op het rechte stuk. Dan gaan wij zo meteen zien als ze weer bij elkaar gaan rijden wat daar het verschil tussen is. Ja. Ik zal wel eventjes kijken wat Eva doet. Tanken. En BBA Bos ook in de pits trouwens. Maar dat betekent wel dat we mooi even kunnen genieten van onze Vicious Venom die op dit moment toch op P1 rijdt. Hoe heet het? Ook Eva, die heeft ook dezelfde strategie als daarnet. Die vertrekt op de zachte band met een halve tank vol. Oké. Dat vind ik apart. Hè. Wat zijn de tijden van Vis en Eva? Ja, dat vind ik een hele goede vraag van Marlon. Dan ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar Jacco. De snelste tijden bedoel je? Nou, gewoon een beetje de gemiddelde tijden voordat ze de pits ingingen. Bij Visjes was dat, die reed allemaal 1.32's. De laatste twee ronden waren wel een 33 en een 34. Maar ja, die banden zijn ook redelijk naar de maan. En Eva, die reed ook 1.32. Een paar 1.31's en de laatste 1.32. Dus die is wel echt verschrikkelijk snel. Ja, ik vind het ongelooflijk. Dat is wat wij een beetje gemiddeld rijden met splinternieuwe zachte banden bijna. Ja, dus wat dat betreft, gaat Vicious niet naar binnen? Volgens mij gaat hij niet naar binnen. En gaat hij nog een... hij gaat wel naar binnen, oké. Ja. Het was 13,7, hè? Ja, dat heb ik net op een 7, ja. We zien de pitcrew... wel de pitcrew van Vicious in de mooie oranje uitmonstering. This is the moment. Ja, maar Vicious moest ook tanken, naar de pit, want zijn tanken die was aan het knipperen. Dus, die hem hoogstwaarschijnlijk wel helemaal vol zou gooien. Ja, hij stond op zacht en gaat naar...
De zachte band op 67%. Ja, de zachte band op 67%. Ja. Doe ook niet vol. Ja, en Mr. Geo die gaat nu de pits uit. Die is getrokken op zacht, ook met 2/3 tank. Ja, het is nu een beetje lastig zien hoe Vicious Venom eruit is gekomen ten opzichte van Eva, omdat er natuurlijk meerdere man tussen zitten. Ja. Zilverpijlen nu op dit moment op P5. Hoe staat het bij zilverpijlen qua tijden en banden? Verwachting is dat die zometeen ook wel naar binnen moet. Ja, die rijdt zo 1.33, 1.34. De laatste ronde is wel 1.35, dus daar is het beste ook echt wel vanaf. En ja, zijn banden zitten op ongeveer iets meer dan de helft, zeg maar. Ja, precies. Oké. Okay. En de Deense mannen, dames van nummers 1 tot en met 4. Hoe zit het daar met de banden, de tank, et cetera? Want daar zullen we ook zo meteen nog wel... Thomas heeft gewisseld, hè? Die staat nu op zacht. Ja. Nikolai, die zal zo naar binnen moeten. Dat doet hij nu nog niet, zie ik. Maar dat zal niet lang meer duren. En Eva, ja, die staat nog helemaal lekker vers. Dus die kan nog lekker gaan. En dus van de Denen moet Cloud moet nog wisselen en die vooraan en Nikolai, die moeten nog wisselen. Yes, en nou is zilverpijlen naar binnen, dus dan zie je Vicious Venom nu gelijk doorschieten naar de P5. Dan wordt het interessant wat er met Thomas gaat gebeuren zometeen. Waar komt hij uit? Waar komt Vicious Venom uit ten opzichte van Nikolai? Ja. Even met Mr. Geo mee, die ook natuurlijk nieuwe banden heeft en aangehaakt is bij Numaka en BBA Bos. Thomas, dikke undercut dan. Ja, dat is ook het eerste wat er bij mij in me opkwam, Marlon. We zien de banden van Vis eruit, vraagt nog iemand. Ja, goed nog, want die is niet zo heel lang geleden naar binnen gegaan. Die van Fischjes die heeft nog helemaal nieuwe banden rijdt met een tank iets meer dan de helft vol. Dus gaat Fischjes sowieso voor nog, die moet nog wel 2 keer stoppen deze race, denk ik. Nu nog 2 keer. Ja. Mr. Third Person Numaga. Ja, ik begin ook wel stiekemweg een beetje nieuwsgierig te raken naar de andere Deense mannen van volgende week. Ja. Als die de race pace rijden als wat deze mannen rijden, dan wordt het voor ons allen een lastige avond, gok ik. Dan gaan we... Samen ten onder. Ja. Ik denk nadat die NR Cloud... Ja, die hoeft nog niet naar binnen, want die heeft heel rustig aangedaan met zijn brandstof, die NR Cloud. Ja, als hij gewoon stabiele tijden blijft rijden, goed zijn banden kan managen, dan... Ja, die zal Eva dus denk ik wel langs laten. Ja, dat gaan we nu mooi zien. Eva langs laten. Goed bezig, Jacco. Ja, kijk maar naar rempunten en het aansnijden van de bochten is Eva lang toch wel veel beter. Waar Cloud hem niet zomaar geeft, hoor, heb ik het idee. Oh, en ze raakt elkaar nog even. Ja. Maar goed, hij is er voorbij. Het. Het, ja. Ja, wie weet, is het een soort, hoe heet ze? Nicky de Jager, hè? Nicky de Jager, ja. Loisa Lammers. Ja. Mooie nummer 7, Mr. Heo, die echt toch wel flink terug aan het rijden is. Ook wel een beetje Nikolai, weggereden is bij Chris, volgens Nikolai mij. Nikolai in de pits. Dus dat is weer een plekje voor Vicious. Ja, die gaat hij pakken nu al, ja. Oké, okay, go, Vicious. Hou de eer hoog. Ik zie ook eigenlijk weinig fouten op de baan. Ja, het is in het begin een beetje, hè, met die tikkies en dingetjes. Maar voor de rest... Ja.
Achterin rijden op dit moment Geronimo en Zilverpijlen nog. Hè, die dus allebei gedoe hebben gehad. Nicolai nu op de P10. En hoe zit het met Geronimo en Zilverpijlen? Die zijn al de pits in geweest. Ja, die moesten toch allebei wisselen omdat ze aangewagen, tenminste omdat ze schade hadden. Ja, ik even. Ja, Geronimo, Zilverpijlen en allebei nog verse banden. Ja, want die zijn de pits al in geweest. Hè? Die moesten de pits in. Oké, dus die mannen kunnen mooi naar voren rijden. Ja. Ruimte voor verbetering. DRE heeft volgens mij maar één keer gewonnen tijdens een TVT, dus dat is geen schande. Nee, het is überhaupt geen schande. Het is alleen al leuk om tegen andere rijders te rijden. Ja. Hoe heet het? Enna Cloud, die staat nu in de pits. Dus, dat is ook weer een plekje waarschijnlijk voor het visjes dan. Dus daar kan nog eens er al voorbij. Ja, de pitcrew hebben het weer helemaal goed voor elkaar. Jammer dat het spel geen fouten heeft, hè? Ja. Ja, Eva dus, Lang, 16 seconden los, ongelooflijk. Ja. Die drinkt op dit moment gewoon een biertje, een wijntje of weet ik het ernaast en die rijdt hem zo naar huis. Ja. Die man in de tweede plaats, die Thomas, die moet zo direct weer naar binnen hoor, want die heeft nog maar een achtste tank over. Een achtste tank, oké. Ja. Die Thomas, hè, de tweede plek. Ja. Visje is nog half vol. Dus die kan hij zich nog pakken. Mooi eventjes bij Priadon binnen in de auto meekijken. Die mooie Mr. Geo zijn tempo bij kan houden. En Chris Numaga, dat zijn ook zeker niet de twee minste mannen. En als divisie 2 rijder ontzettend knap. Maar we weten dat hij snel is. Alle tijd. Houdt ook de Belgische eer hoog hè, vandaag. Was Briadon, was dat nou een zoon van Björn? Van Albinoke, ja. Ja. De nonkel. Ja, ja nee, van, het is van Diego de nonkel. Want Diego is een neefje van Björn. Ja, ik kan dat niet meer volgen hoor, met al die Belgische familie. Ja. Ze rijden allemaal, opa's, oma's, kinderen, huisdieren. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar iedereen rijdt. Ja, precies. En ook wel eens, ze hebben ook wel eens een soort familierace. Ja, klopt. Ja, super tof. Ik bedoel... echt heel leuk, ja. Ik denk dat je dat niet heel vaak meemaakt. Nee. Speedbuster is ook in de house. Goedenavond, Speedbuster. Aanschouw de mooie race. Zijn ze zo snel die jongens, ik moet plassen van dat aquarium van Tijgeluid? Ja. Is dat voor jou of zo? Ja, Naomi was iets aan het doen bij de kraan. Ik zit in de woonkamer, dus dan is dat goed hoorbaar op stream. Ja. Ik zit in mijn uppie op zolder. Dus, de plassen in de keuken voeien. Gio heeft een inhaalactie gedaan, zegt de Marlon. Dus goed bij de pinken. Kijk. Hebben wij helemaal gemist. Goed gezien, Marlon. Chapeau. Ik zie dat Marlon de volgende TVT's op zijn naam neemt. Allemaal. Ja, echt, die Marlon ziet alles. Die is ook scherp, hè? Die is zo scherp, die Marlon. Ja, kijk het verschil nu tussen Vicious Venom en Eva Lang. 23 seconden inmiddels. Ja. Die Eva is gewoon echt een klasse apart. Ja, die is echt heel goed. En dan nagaan dat Vicious Venom bij ons iedereen al naar huis rijdt. Iedereen, althans de meeste mannen... toch wel naar huis rijdt. Het is maar goed dat er een Eva Lange niet bij zit. Maar vervolgens even stiekem. Hè, zijn we dus nu de plaatsen 2 en 3 de Nederlanders. En Briadon op de vijfde plek. Dus, yes. Als we dit nou zo kunnen houden, dan is het mooi. Maar ja, er komen zo meteen nog wat pikjes aan. Ja. Ja, want die, wat zei ik nou net, die... Even kijken hoor.
Die zal naar binnen natuurlijk. En die Thomas, die moest net pitten. Ja, die heeft die is al weg. Die had al gepit. Jongen. Eva Lang. Ja, misschien is het wel leuk om even een rondje vanuit de binnenkant bij Eva Lang mee te gaan kijken in de auto. Hoe die dat allemaal voor elkaar bootst. Rijdt rondjes van 1.30, zeg maar. 1.30, 1.31. Onze Gwent. En onze Visjes, ja toch ook 1.30's. Dus hij hoeft echt niet veel toe te geven hoor, Visjes, qua rondetijden. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar het is gewoon dat hij Eva Lang toch net overal een klein beetje meepakt, zeg maar. Ja, precies. En in het begin heeft ze natuurlijk, ja, ik zeg al ze, maar dat weet ik helemaal niet, maar heeft hij natuurlijk heel erg veel een enorme afstand. Terwijl Visjes toen nog naar voren moest vechten, kon hij zij al wegrijden. Weer mooi uitsnijden naar buiten toe. Weer een buitenkantje, binnenkantje pakken. Visjes heeft een penalty. Hoe ziet die Marlon, of zat de Marlon dat nou weer? Ik weet niet hoe die de. Visjes Venom die stug doorgaat. Even kijken naar de achtste twee, kijk ik nu eventjes. Dat zijn nog steeds Johnny met een zilverpijlen. Zilverpijlen 20 seconden achter op de nummer 10. Dus het is helaas niet zo dat zilverpijlen op de kont zit van de persoon voor hem. Mr. Geo Hero met BBA Bos die zometeen gaat proberen een inhaalactie te doen. 0,5 seconden hier mooi aan de binnenkant. Ja, banden zijn ongeveer gelijk en tank ook van die twee. Dus, dat kan nog wel een leuk gevecht worden. Ze zijn allebei gelijkwaardig qua banden en tank, zo ongeveer. Hier op het rechte stuk qua slipstream. Hij pakt wel het een en ander mee, maar niet genoeg om echt een inhaalactie te kunnen doen. Gaat later inremmen dan Geo. Geo die hem iets beter aansnijdt en BBA Bos die toch een beetje driftend doorheen gaat. En je ziet gelijk dat Geo weer wat meepakt. En gelijk BBA Bos die er weer naartoe rijdt. Hier tussen bordje 50 en bordje 100 remmen. Laten rollen in z'n 3 of in z'n 2. En gas erop. Hoe zit het bij de rest van het veld, Jacco? Kun je er een beetje doorheen swappen? Qua banden en tank bedoel je? Ja, of er nog battles een beetje gaande zijn. Volgens mij dus Briardon die achter Cloud zit. Gio en BBA Boss die zijn in gevecht. En daarna naar Cloud en Briardon. Die zitten ook vlak bij elkaar. Dus er zijn drie groepjes van twee met elkaar in gevecht. Gio en Bos. En daarna Cloud en Briardon. En dat was het. Twee groepjes van twee. En dan heb je hier nog twee Deense mannen. Nikolai en... Is dat Thomas? Nikolai en DSK. Die nog samen met elkaar slipstreamend de race doorkomen. Ja. Even kijken hoor. Maar die zitten op 5 seconden van Mr. Numaga. Dus hopelijk slipstreamen ze niet daar naartoe. En toch is het verschil tussen zilverpijlen de Geronimo met de rest toch wel behoorlijk. Flink, ja, die liggen net. Dat neemt ook toe, want zilverpijlen was net 20 seconden achter degene voor hem en nu 25 seconden. Dat gaat niet zoals we hoopten. Nee, zeg dat. Hero Visjes Venom die nog steeds binnen de 24 seconden rijdt. Zometeen wel richting de 25 seconden afstand. Maar het voordeel is, hij rijdt weg bij BBA Bos. Zit nu op 17 seconden. Dan ben ik wel benieuwd wat Geo die nu op 0,3 seconden nog zit. Ja, sterker nog. Die heeft nu Cloud 9 ook op zijn kont hangen. Dus die zitten met z'n drieën vlak bij elkaar. Ja, absoluut. Die moet verdedigend rijden. Die hem bijna verliest daar inderdaad.
Die banden zijn redelijk naar de. Zijn nu op ongeveer een kwart. Iets meer dan 1 derde, zeg maar. En dat is bij degene achter hem, die Anna Cloud, die staat nog op verse banden. Ja, je ziet ook dat, dat Jeff echt aan het struggelen is. En dat Cloud, ik denk, nu met deze bocht veel meer snelheid eruit kan halen. En dat doet hij. En die gaat hem er zo meteen naast zetten. En hij is helaas weg. Althans, dat is het vermoeden. Hij pakt hem nu. Ja, hij toch nog lang wacht. En hier komt hij met een later inremactie, vermoed ik. Nee. Een heel klein tikje geeft aan Geo. Even laten zien dat hij er is. Maar hem toch nog behoudt. Ja. Knap gedaan van Gio. Ja, er was zat ruimte om hem toch nog ernaast te gaan zetten. Maar Cloud durft het niet aan. Hier een nieuwe poging. Tussen bordje 150 of 150 remmen. Ja, excuus. Dat pakt hem. En hij is er voorbij. Ja. En dan is het nu hopen dat Mr. Geo nog kan blijven aanhaken. Maar als ik jou begrijp, wordt dat lastig. Ja, want Gio rijdt dus op zachte banden die op 40% zijn. En Cloud die rijdt weliswaar op mediums, maar die zijn nog redelijk vers. Dus ja. Echt duur, maar. Hier Numaga die op 7,3 seconden achterstand rijdt. Hoe zit dat met zijn banden eigenlijk? Numaga die rijdt op mediums die op ongeveer 1/3 versleten zijn. En die heeft ook nog 1/8 tank. Numaga. Die zal binnen een ronde of twee de pitstraat wel ingaan, denk ik. Ja, die moet zo meteen naar binnen inderdaad. Ja. Zo, en Chris die daar best wel driftend de bocht om ging en dan toch houdt. En daar wel wat snelheid op verliest ten opzichte van Thomas achter hem. Nee, en hem toch wel weer doortrekt. Oké. Okay. Ja. Hier mooi meekijken met Thomas. Kijken of hij nog later gaat inremmen. Thomas. P7. Ja. Ja, die er toch beter uit de chicane-sectie komt dan Numaga en alweer 0,1 terugrijdt. Ja. Maar Chris is een taai, dat weten we allemaal. Dat is een goede. Die hier wel heel laat inremt, zag je dat? Ja inderdaad. Maar Numaga die rijdt dus op. Numaga zal er zo de pits in moeten, inderdaad. En die rijdt dus op medium, hè? Thomas rijdt op zacht. Pers. En ik zie dat er nog steeds 3 man met elkaar aan het battelen zijn. Vanaf Mr. Geo naar voren, BBA, Bosch en Cloud. Dat zijn eigenlijk de mannen die dicht bij elkaar rijden. En even kijken. Ik swap er eventjes snel doorheen. Hier hebben we Eva Lang die zometeen toch 2 mannen van DRE gaat lappen hier. Oh. Ja. Dus dat zullen Zilverpijlen en Geronimo zijn in dit geval. Numaga gaat nu de pit zitten, dat kan niet anders. Dat kan wel anders. Het kan zeker anders. Die gaat gewoon proberen Thomas nog een ronde van zich af te houden. Om zo wat mensen wat dichterbij te laten komen. Maar zo te zien gaat dat na deze eerste bocht al niet meer lukken. Nee, hij zit er nu achter. Ja, hij zit er nu achter. Aan het geluid van het schakelen hoor ik ook volgens mij dat hij wel een beetje aan het shortshiften was. Ja, dat moet ook, want hij is in zijn tank is bijna leeg. Ja. Even kijken, waar rijdt Briardon op dit moment? Op P10 vermoed ik. Ja, P10. Gaan we maar even met Briardon meekijken. Die eigenlijk los in niemands land rijdt. 12 seconden voor hem, DSK. Even lang in de pits. Even er even bij. Maar ik hou Mr. Numaga even in de gaten. I keep Mr. Numaga in de holes.
Ja, Eva Lang die gaat natuurlijk gewoon zijn rondjes uit blijven rijden en die gaat geen risico meer nemen. Zo simpel is het. Ja, Fisch is nu wel er voorbij, maar goed, dat komt omdat Eva aan de pit staat. Pits staat. Ja, Nuno moet nu echt heel veel toegeven op Thomas. Dus is misschien toch één ronde te lang doorgegaan. Ja. Die hem. En hij gaat nog in de binnen, noem ik daar. Nou, is voor mij maar lek. Maar, ja, hij gaat nog door, noem ik daar. Ja, die gaat hem gewoon helemaal leeg rijden. Ja. En dan misschien, even denken ook, had hij dat dan in één tank? Dan moet hij 30. Ja. Kun je toch bijna niet met een tank. Ja, je moet nog wel een keer tanken. Maar... Die als laatste een 1.34 gereden hebt, wat zojuist in beeld te zien was. Gaan we mooi even naar Vicious Venom. Wat was zijn laatste tijd? 1.33.4. Even lang, die gaat weer voor een halve. Die is weer vertrokken met een halve tank. Dus die tank die komt steeds maar de tank half vol. Dat gaat dan weer. Dat vind ik echt wel een verrassende strategie. Ja, enigszins ook weer niet, want ja, je bent gewoon stukken sneller. Hoe minder je in je tank hebt zitten, elk kilootje verschil, hè, dat is toch wel belangrijk. Ja. En als je het zo uitgecalculeerd of ingecalculeerd hebt, hoe je het ook zegt. Nu moet nu ook nog oppassen voor Nicolai, want die zit hem op de hielen. Nou, noem elkaar. Ja, nu gaat hij. Ja, die gaat hem naar binnen brengen. En die kan zo meteen gewoon weer lekker rustig zijn rondjes gaan rijden zonder op zijn benzinemetertje te hoeven letten. Ja. Ik zal zijn. Oh, je hebt hem ook in beeld, zie ik. Ja. Yes. Hoe fanatiek is het op de Twitch bij onze Deense conculega's, mannen? Schreeuwen die alles al bij elkaar van vreugde, of? Op dit moment niet, want visjes liggen op één. Dus, ja, maar, we weten maar ja, kijk, met Eva Lang op 2,4 seconden achter hem. Ja. Waar Vicious Venom nog een pitch moet gaan maken. Ja. Nu met elkaar rijdt op dit moment nu op de laatste plek. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Jawel. Dat zal Silverpijlen of Geronimo zijn. Ja. Die volgens de statistiek op de laatste plek is. Ja, ja hij komt net de baan in achter, net achter Geronimo. Dus nu met elkaar. Dus nu met elkaar rijdt op de ene laatste plek. Silverpijlen op de laatste. En Vicious Venom is binnen. Oké, interessant. Gaan we weer kijken. Waar komen we uit met Eva Lang? Nou, voor mij is het niet meer mijn vermoeden dat dat nog in te halen is. Maar you never know. You never can tell. Misschien hebben ze heel veel muizen in Denemarken die het kabeltje net per ongeluk kapot bijten of zo. Laten we het hopen. Gio ook in de pits. Gio ook in de pits. En Vicious in de pits. Yes. Vicious Venom komt nu naar buiten. Met zacht en voor 60% vol. Versta je niets van alleen het momentje met Numaka wordt even besproken? Ja, het... snap ik. Heel goed, ja. Oké, 3,7 seconden achter Nicolai komt Vicious Venom terecht. En ja. Mr. Geo die nu op, even zoeken, P10 eruit komt. P11. Die dus nog iets meer terug te rijden heeft. Ja. Oh, P8, oké. Mijn PlayStation gaf iets anders aan. Zilverpijl op 11, Geronimo op 10, Lumaga op 9, Gio op 8. Yes. Dus op dit moment de eerste twee Nederlanders, Vicious Venom en Briadon op plaats 5 en 6. Mooi
met Vicious Venom mee, die ook gelijk al behoorlijk aan het inrijden is op Nicolai. Die natuurlijk als enige taak heeft om Vicious Venom zo ver mogelijk achter hem, of zo lang mogelijk achter hem te houden, laat ik het zo zeggen. Nieuwsgierig naar hoe dat gaat verlopen zometeen. Even kijken hoor. Die hier mooi uit de bocht 1 komt, de chicane gedeelte naar beneden en ook gewoon gelijk al daar 0,5 seconden pakt op Nicolai. Dus dat dit rondje is het wel al gedaan, vermoed ik. Ja, hier gaat er zo voorbij, want Nicolai die zou op normale banden, op medium banden dus, die op 1/3 weg zijn. En de benzine, dus hoe zit het daarmee? Die zou eerder naar binnen moeten natuurlijk, lijkt mij. Een kwart vol. Zeg ik dat goed? Een kwart vol. Ligt het aan mij officieel van de laatste tijd wat pace kwijt? Nou, hij is natuurlijk nu ook wat later ingehaakt, Frankie. Want eigenlijk zou Horenberg rijden vanavond. Maar ja, dat ging helaas niet. Die had wat issues met zijn stuur. Pedalen, ja. Sturen, meen ik. Okay. En hier Vicious Venom die hem ernaast zet. Zilverpijlen die rijdt rondetijden van 1.35. Ja, dat is te kort. Zeker voor hier nu. Maar vergeet ook niet wat ik al zeg. Die is later ingehaakt. Die was vanmorgen al heel eventjes wezen rijden. Want die moest er natuurlijk in één keer staan. Ja. En hij staat er even goed. Dus wat dat betreft... En hij heeft ook schade aan zijn bumper en aan zijn voorwiel. Zilverpijlen. Die heb een momentje gehad. Ja. Ik zie hier Horenberg die zegt, denk niet pace, maar meer consistentie. En ik deel ik wel met je. Want ik doe wel vaker commentaar en dat zie ik ook wel. Want snel is zilverpijlen absoluut. Ja. Geronimo daarvoor, 5 seconden voor zilverpijlen. En nu maar daar inmiddels alweer 9e. En ik zie bij mij op de radar rechtsbovenin een treintje van 3. En dat is Thomas. En wie zit er daarachter? Dat is Thomas, Vicious Venom en Nicolai. En Nicolai inderdaad. Dus Vicious Venom die is zwaar aan het stampen om Thomas weer in te gaan halen. En dat gaat snel lukken ook, denk ik. Want hij zit al nu binnen een seconde. Want de banden van Thomas die zijn al ver naar de maan. Met nog 38 minuten op de klok. Op dit moment 1 Eva Lang, 2 Cloud 9 en 3 Thomas. Dus nog geen oranje podium. Maar het gaat niet lang duren voordat Vicious Venom Thomas voorbij gaat. Ja, wat Ries zegt, pak slaag vandaag. Ja, inderdaad, ja. Daar gaat Vicious. Hem nog niet voorbij. Oh ja, toch wel. Die propte me naast. Ja, dat was echt inderdaad even ernaast prakken. Maar goed, het toch netjes gedaan toch weer. Hier even een mooie uitremactie herhaling van Vicious Venom. Ja. Waarbij Thomas met zijn hele leven het probeert te verdedigen. Vicious Venom er echt naast propt van hallo, hier ben ik. Ik ben sneller. Adieu. Ondertussen rijdt Briadon, de tweede dreier, op de 6e plaats, een beetje een eenzame race op dit moment. Ja, die zit al een tijdje tussen meerdere secondes. Maar dat is enigszins ook wel weer fijn, want dan kun je gewoon lekker je eigen race blijven rijden zonder dat je hoeft te battelen. Ja, maar goed, moet ik nog even noemen, hij is de enige Divisie 2 rijder, volgens mij, hè? Dus... goed gedaan. Ja, absoluut. In mijn optiek mag je, kan, die zeker wel naar Divisie 1. Doet niet onder. Nee. Alleen met de laatste kampioenschap bij de 10.7500 was het zo dat wij ook natuurlijk met minder 60% benzine zaten, meen ik uit mijn hoofd. 60, 70. Ja. En het ging daar echt om het short shift. En dan merk je dat je met als controlerijder... Ja, ja, ja.
toch een klein beetje achterloopt. Dus toen kon hij niet aanhaken. Maar nu zie je bij andere races dat dat echt wel lukt. Ja. Even kijken, er zijn ook nog twee mannen. Eva Lang die gaat nu iemand lappen. Die behoorlijk aan het glijden is. Ik kan niet bij mij in beeld zien wie er achter Eva Lang rijdt. Dat is, even kijken hoor. Ik kan het ook even niet zien. Is dat Zilverpijlen? Zilverpijlen, ja, Zilverpijlen. Is al op een ronde gezet door Eva Lang. En Jornimo gaat er zo direct ook aan. Je moet er ook aan geloven. Ja, dit zijn pijnlijke momenten, Jacco. Dit is niet hoe wij het willen zien eigenlijk. Ja, precies. En ook niet helemaal wat ik had verwacht, eerlijk gezegd hoor. Ik had echt wel gedacht dat het... je krijgt iemand als Geronimo de blauwe vlag krijgt. Dat is een pijnlijk moment inderdaad, ja. Maar ja, ook is goed voor de mannen om te zien dat er nog meer snellere rijders rondrijden dan alleen bij DRE. Ja. Het is een leermoment voor iedereen. Daar kun je alleen maar beter van worden. En wat Ries net ook in de chat zegt. Daar alleen kijken en van leren. Zo simpel is het. Moet ik ook zeggen dat er een aantal momentjes ook zijn geweest. Waardoor misschien mensen uit hun ritme zijn geraakt. Maar ja, ook dat blijft racen, Jacco. Ja. Geronimo ging netjes aan de kant in ieder geval voor Eva. Hè? Deed op de sportieve manier. Ging netjes aan de kant op de rechte stuk voor de koploper. En zo wordt dat denk ik ook. Ja, absoluut. De mannen van de Deense club Nordic E-Racing, die hadden eigenlijk ook aangegeven een soort van / vriendschapsband aan te willen gaan. Gewoon in positieve zin. Niet letterlijk en figuurlijk, maar het leek zo leuk om één keer in de zoveel tijd misschien eens een keer een race te doen. Dus wat dat betreft, als we het ver kunnen houden en zij dat ook zo ervaren, dan kun je ook een beetje gaan proberen te matchen met deze mannen, vrouwen. Ja, ja. Transgenders. Ja, precies. Ja, vol gas zegt van doe eens even een onboard bij Eva, maar let op het sturen. Maar dat hebben we ook al gedaan. Hè? Het gaat inderdaad heel erg strak. Ja, ik wil hem gerust nog wel een keertje terugzetten naar Eva. Inderdaad, we hebben al een keertje meegekeken, maar hier al aanschouwen de rijkunsten van Eva Lang, die op 32 seconden los is. Waarbij het lijkt alsof het zowel een automatische piloot is wat rijdt. Bijna geen banden die piepen, rustige stuurbewegingen, lekker laten rollen die auto. Die toch wel echt alle credits van deze avond verdient. Ja, maar dat was gelijk na de eerste ronde al duidelijk, bij de eerste ronden al wel duidelijk. Dat die wel een klasse apart is. Ja, bij de kwalificatie natuurlijk al een groot gat geslagen. Maar niet wetende dat je op race pace van 90 minuten gewoon consistent en snel kan blijven rijden. Ja. Dat is gewoon, dat lijkt wel van een andere planeet. Ja. Thomas nu naar binnen op P7 is zichtbaar. Ja, ik zal gaan kijken. Even kijken hier nog niet. Die zal nu al helemaal vol tanken, denk ik, Thomas. En die gaat dan voor de... Nee, toch niet? Nee, ze zijn hem eigenlijk al de Eva fanclub oprichten. Nou ja, zo lijkt het er wel op, Frankie. Het is maar goed dat die niet bij ons meedoet. Anders hadden we een hele eigen Wall of Fame kunnen maken, heb ik een graag vermoeden. Die kun je nog in een Renault Clio mee laten rijden op de G3-klasse. En die gaat nog mee. Ik ben even 1 minuut weg, Patrick. Ja. Hier aan de binnenkant bij Mr. Geo, waar je toch al wat slippende bandjes hoort. Een mooie bochtensectie omhoog. Hier eens 2 pakt. Dus toch laten uitkomen, niet laten wegglijden. Die toch rijdt richting BBA Bos. En die toch nu een beetje moet achterblijven. Mooi even achter in het veld. Oh, Briardon die de pits ingaat op P6.
En dan ben ik zo meteen al nieuwsgierig als Jacco er is wat. Of er allemaal zijn vrouwen zijn die hem al helemaal volgegooid hebben. En denken misschien hem richting het einde uit te kunnen rijden. Ik vermoed dat er nog wel een pitstopje aan gaat komen. Mooi bij Vicious Venom die weer op P2 rijdt en nu 37 seconden los. Die nu is net Cloud voorbij is gegaan. Kijken of we dat moment nog kunnen... Hier rijdt hij er al langs. Kunnen we niet meer terughalen. Couscous Venom inderdaad, ja. Gedoopt tot couscous. Mr. Geo op P6 en 7 nu maken. Die ook de hele tijd eigenlijk wel een beetje bij elkaar blijven. Mooi aan elkaar op kunnen trekken zo. En een penalty voor Numaga. Waar DSK daarachter waarschijnlijk daar voorbij gaat zometeen. Die zal hem hier zometeen op het rechte stuk waarschijnlijk gaan uitburnen. Bij ons de regel nu voor vanavond. Geen burnzones. Vanaf de racelijn uitburnen. En probeer het gewoon zo eerlijk mogelijk te doen. Niet in de bochten wegburnen. Mocht dat wel het geval zijn, dan is er nog kans dat er nog op teruggekomen wordt. Ben er weer. Yes. Daar is hij weer. Nu Maga die net een penalty had van 2 seconden. Die hier moest burnen en DSK voorbij moet laten. Die nu... vrije weg heeft richting Mr. Geo op 3,7 seconden. 3,6. Hoe zit het qua banden benzine tussen TSK en Mr. Geo? Mr. Geo... even kijken hoor. Mr. Geo zit op een kwart tank en rijdt op zacht. Die ongeveer voor 1/3 versleten zijn. En TSK ook op een kwart tank. En de banden zijn wel te vergelijken. Dus die zitten niet zo heel, niet zo heel ver bij elkaar vandaan qua tank en qua banden niet. Nee, precies. Kijk, als het nou zo blijft zoals het nu blijft staan, dan hebben we nog wel een kans die volgende week. Ja, inderdaad ja. Maar dan moeten niet te veel denen tussen komen, man. Hè? Dus gas op die lolly en gaan. Gas op die lolly. Precies. Nou, Race Frankie, ik voel je. Ik ben maar beginnen bij deze deelnemers. Ik rij volgende week en ik weet niet wat ik moet gaan verwachten. Neem maar eens contact op met die mannen, denk ik. Want als het dit niveau is, dan... Hoe heet het? Ja, dat vroegen we ons dus Patrick en ik elkaar voor de race even spraken. Vroegen we ons dus af van, ja, wij hebben voor de tweede race... Divisie 2 rijders en Divisie 3 rijders gekozen. Ik hoop dat zij dat ook hebben gedaan in hun Divisie 2-3. Want anders is het wel bekeken. Maar goed. Ja. Yep. Hier mooie inderdaad. Nu Maga en Cloud in gevecht op 0,6 seconden. Ja. Ik zie ook in de chat dat ze het hebben over de race van gisteren. Race Frankie goed gereden heeft. Ik moet eerlijk bekennen, die race heb ik niet gezien. Maar ik weet wel dat het erg mooi was wat Ruud had opgezet gisteren. Gisteren dan zelf 3 uur natuurlijk commentaar gedaan. Gisteravond en erg van genoten. Ik hoop ook dat er een vervolg komt en dat er meer man meedoen. Ik zal zelf dan ook denk ik wel aan gaan schrijven. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zo'n mooi succes zou worden als gisteravond. Nee. En eerlijk is eerlijk, er waren meer mensen die hun, ook binnen de crew, die hun bedenkingen hadden van tevoren. Maar die later toch zeiden, en dat ook tegen Ruud hebben gezegd van chapeau en heel goed gedaan, het was hartstikke leuk. Dus ja, maar inderdaad, een volgende keer hopelijk wat meer teams. Dat zou wel leuk zijn. Ja, inderdaad. Er waren natuurlijk een aantal mannen die afgehaakt hadden. Ze senorsnor, volgens mij, die in de chat zit. Maar volgende keer gewoon meedoen. Zo simpel is het. Wat zeg jij? Ik zei helemaal niks.
24 uur Le Mans, zegt Driving Dutchman. 24 uur, joh. Ik weet niet hoe je dat wil gaan organiseren, maar dat wordt een beste klijf dan. Ja. Ja, dan moet je ook met teams of vier en dan bijvoorbeeld 2 uur. Ja. En dan even kijken hoor, 4-2. Ja. Ik zie ook andere baan. Ja, dat vind ik dan ook wel. Dat mag dan wel een andere baan zijn, maar... Ja, weet ik niet, want... Mr. Gio die even een momentje had. Ja, Cloud die hem verliest. Maar dat is zijn eigen fout. Ja, maar die raakte hem niet. Nee, die gaan we mooi even terughalen. Ja. Ja, kijk, moet je kijken wat een close racing dit is. Ja, dit is echt zijn pure eigen remfout en die verliest hem. En dit is heel gunstig voor Numaga, want die heeft natuurlijk een penalty moeten inlossen. En die is gewoon weer bij op P6. Ja, ja. Ik zie hele mooie ideeën allemaal in de chat uitkomen. Dus ik zou zeggen, gooi het allemaal in die ideeënbus. Want het vervolg van gisteren inderdaad. Dat zal er toch echt wel nog wel een keer komen, gok ik zomaar. We hebben een ideeënbus hè, in de Discord van DRE. Dus kom daar rustig met die ideeën. En het is natuurlijk ook afwachten wat er met een nieuwe Gran Turismo gaat gebeuren. Hè? Of je daar een andere functie voor hebt. Dat je ook echte rijderswissels hebt, et cetera. Ik hoop dat daar goed over nagedacht is. Hier Nikolai die een blauwe vracht krijgt van Vicious Venom, denk ik. Nee, is geen Vicious Venom. Ik kan even niet zien, Nikolai. Dat is Mr. Geo, denk ik. Nee, ook niet. Oh, die heeft Eva lang achter zich aan. Oh nee, Briadon wordt nu op een ronde gezet door Eva. Briadon, die nou trouwens tiende is. Die is een weekje inderdaad terug gaan zakken. En kijk, het verschil tussen Geronimo ook en Briadon is 49 seconden. Dat is toch wel heftig hoor. Een pittig verschil. En wel een rijder die deze hele mooie livery die gemaakt ook heeft. Maar ook echt wel heel snel is. Dus het... Heb het idee dat de mannen ook niet echt hun avond hebben vanavond? Nee. Briadon die gaat denk ik... Hoeveel minuten hebben we nog? Ja, die hoeft nu niet meer te stoppen, Briadon. Briadon gaat denk ik nu de race uitrijden op deze tank en met deze banden. Daar ga ik vanuit. Oké, en die nog 1,5 seconden achter Nikolai zit. Dus die heeft nog wel echt ergens om voor te gaan en... Ik zie wel mooie ideeën ook in de chat voorbij komen over een 24 uur race met PlayStation Challenges. Nou ja, ik vind het best wel een goed idee eigenlijk, een loods afhuren en gaan we die bananen. Of er is vast wel iemand met een loods. Ja. Ik ben zeker voor, maar dan voor de derde helft. En dan gaan wij 24 uur lang verslaan. Hey, hoe mooi zou het zijn, Jacco, als wij daarnaast gewoon commentaar gaan doen? Ja, precies. Even lang die nu in de pit staat. Even lang. Ja, ik zie het inderdaad. Ik zit ook bij Vicious Venom mee te kijken hoe die eruit gaat komen. Ik zie Barry zeggen, kom op boys, nog even gas erop. Exact dat. Ik wil eigenlijk toch wel bij P nummertje 1 tot en met 8 zie ik nu 3 Hollandse vlaggen. Dat mogen er 4 worden, kom op. Ook Vicious in de pits, hè, nu. Vicious ook in de pits, kijk. Moet nog aankomen. Ik zie ook, kan bij ons op de club wel, zegt Grace Frankie. Ja, nou, dat zijn wel hele leuke ideeën. Nooit over nagedacht, maar ik zeg wat mee doen. Gaat hij weer. Hij rijdt op zacht, Vicious. En heeft de tank voor 2/3 vol. En ik zit hier nu te kijken tussen 3 rijders die bij elkaar rijden bij Nercloud 9. Wie rijden er bij hem? Cloud. Numaga en een achterligger. Wie is... Nee, Mr. Geo. Mr. Geo, ja.
Dus die rijden nu op de vijfde en zevende plaats, Moenaga en Geo. Maar Geo moet nu de. Ja, die moet zo tanken. De banden zijn helemaal naar de vaantjes en hij heeft nog heel weinig brandstof. Kan misschien nog één ronde doen. Ik zie ook aardig wat geknippen bij Cloud voorbij komen. En nu ja. Thomas die ook aanhaakt op P8. Nou, dit is een mooi Numaga, treintje. Numaga en Geo moeten allebei naar binnen zo. Die moeten naar binnen. Oké. Okay. Nu of de volgende ronde. Oké, dat is wel dan weer wat minder om te horen. Ja, Numaga en Geo allebei naar binnen straks. Kijk, daar gaan dus nummers 3 en 4 die gaan ook naar binnen toe. Dus dat betekent dat Cloud opschuift. Numaga schuift ook op. Ja, en Geo is naar binnen. Chris die probeert Cloud te pakken. Maar Cloud die gewoon erg goed verdedigt. Dus het is lastig om daar langs te komen. Ja, dat is natuurlijk ook een klas apart. Als je goed kan verdedigen, dan kun je ook races winnen. En dan hoef je nog niet eens de snelste van het veld te zijn. Oh. Marlon die in de chat weer eventjes reactiverend komt. Komt toch nooit geen drol bij zo'n eventuele meeting met z'n al. Dat is een leuk idee. Nou ja, het zijn leuke ideeën inderdaad. Ik zie al hele leuke ideeën ook. Nou ja, wat ik zojuist van Frankie voorbij komen die al zegt, nou ja, bij ons in de loods is er ruimte zat. Dus er zijn echt wel ideeën voor. Dus de crewmannen die hebben wat te doen, denk ik, Jacco. Ja. Bottas fan Volgas die zegt Bottas kan ook goed verdedigen. Ja, maar die kan ook gewoon niks anders dan dat. Dus dat. Ja. Nou wordt het lastig. Ja. Ondertussen dus Mr. Numaga op de vierde plek. Die nu ongetwijfeld wel naar binnen zal komen. Dat zei ik net ook al. Ja, en die gaat hem nu inderdaad echt naar binnen zetten. Met zijn laatste pitstop waarschijnlijk. Ja, dit zal denk je dat er mensen zijn die hem nog uit kunnen gaan rijden? Ja, Eva Lang misschien? Eva Lang die kan hem uitrijden. Visjes. Ik kan die honden niet zien natuurlijk. Eva en Fishes, die hebben ongeveer dezelfde brandstof. Cloud moet nog wel een keer tanken, denk ik. Thomas moet nog wel een keer tanken. Nicolai kan hem uitrijden. Briadon kan hem uitrijden. Bos ook wel, denk ik. En DSK ook wel. Dat zou betekenen dat Briadon behoorlijk naar voren is gaan rijden, Jacco. Dat is nu zesde. En die kan hem uitrijden. Die kan hem zeker uitrijden, Briadon. En die rijdt op de mediumband. Of op de zachte. Op de zachte band, ja. Op de zachte band. Ja, dat wordt een uitdaging. Maar wie weet, omdat hij natuurlijk met de controle rijdt, is de slijtage ook al iets meer. Ja, precies. Mooi even kijken bij Priadon van binnen. Even bij Briadon naar binnen kijken. Gezellig. Ja. Potje 50. Remmen. Die toch hopelijk niet zenuwachtig wordt dat hij hoort of dat hij de stream aan het luisteren is. Dat hij weet dat we meekijken. Is ook behoorlijk aan het glijden nu. Kan Twitch geen scherm in, scherm aan, dat je ook de rondetijden ziet of een aparte stream? Ja, wij kunnen de rondetijden aanzetten, maar dan is ook de bandenslijtage en et cetera, die is allemaal zichtbaar. Dat hebben we expres ook dus niet gedaan, want anders is een co-commentator ook minder nut, zeg maar. Ik kan je wel laten zien hier dat Briardon nu zijn laatste tijd die hij gereden heeft, was een 1.32.9. Vindt het best in best. Mooie woordspeling.
Wil je een beetje achter in het veld meekijken bij Geronimo, die als laatste ronde gereden heeft een 1.32.0. Nou ja, dat is op zich niet heel slecht, maar ja, wel ver achterloopt. Een Geo op P10, die kan hem uitrijden. Of niet, ja, Jacco? Geo op P10, die kan hem uitrijden. Ja, die kan hem zeker uitrijden. Er staat ook nog op hele verse zachte banden. Dus die kan echt nog wel stappen maken, hoor, Geo. Kijk. Hey, op nummer 7, DSK. Geronimo en Zilverpijlen zijn we denk ik kwijt. Die zullen laatste en de laatste worden, gezien de achterstanden die ze hebben. Ja. Geo kan nog naar voren komen. Hetzelfde als met Chris, Numaga. Ja. Cloud moet denk ik nog wel naar binnen. Cloud is echt de enige die nog naar binnen moet. Waarvan ik sowieso wel weet dat hij nog naar binnen moet. Ja, het wordt alleen lastig voor Briardon, want BWA Bosch die zit hem al behoorlijk in zielen op dit moment. Ja, 1 seconde achterstand. Die gaat hem zo meteen naartoe rijden. Maar goed, Briardon, niet te zenuwachtig worden. Daarachter zit nog 8 seconden en blijf gewoon je rondjes rijden. Elk puntje die je kan meepakken is mooi meegenomen voor de volgende race. Zitten er nog Belgen in de stream trouwens, mee te chatten? Laat even wat van je horen. Nee, ik heb nog niet veel Belgen voorbij zien komen. Diego in het begin even. Hier Briardon die toch een klein gaatje laat vallen daar. Oh. Maar hij kan hem net niet naast proppen, BWA Bos. Oeh. Ja, en hij is er voorbij de Bos. BPA Bos. Ja, die is er voorbij. Cloud is inderdaad aan het tanken, wat ik net al zei. Ja, die is naar binnen. Ja. Dus dat betekent dat er weer een aantal mannetjes naar boven gaan. Dan denk ik dus dat de laatste pitstop van de race is. Maar een DSK en een Thomas, want Numaga, die zat daar toch eigenlijk wel voor? Ja, Thomas die is nog voor iets minder dan de helft en DSK ook, dus die hebben nog een behoorlijke tank hoor. Dan wordt het knallen voor Chris en voor Geo. Cloud die op een P7 komt. Met zachte banden. En met zachte banden. En dan zie je gelijk een Numaka, een Geo, een Geronimo en een Zilverpijlen. Wat wel stiekemweg een beetje een pijnlijk gezicht is. Ja. Zullen we straks naar de race vragen of Fischjes even in de stream komt? Even in de party komt, bedoel ik. Dat lijkt mij een strak plan. Die kan het best een samenvatting geven van waar het wel goed ging en waar het niet goed ging vanavond. Ja. En nog een tweede man, die zou jij nog willen spreken? Reverse grid en finish en punten verdelen. Ja, dat is... Deen Eva Lang. Vicious Venom die hem wel de P2 naar huis gaat rijden. Die toch wel echt met de eerder vandoor gaat. Eva Lang interview, ja. Dat kunnen we vragen. Dat laat ik aan jou over, Jacco. En wel het liefst in het Deens. Ja. Harke, Hulsenheu, Knarren, naar je hei. Dat doe ik je al niet eens na. Waar schrik jij dat vandaan, Jacco? Ja. Het komt een stukje cabaret van Herman Vinkers. Maar dat is even heel wat anders. Ja, Herman Vinkers ken ik wel. Ja. Oh, Briardon had toch even, is nog even gepit. Ik vertrouw het dus nog niet. Die gaan nog op zachte banden er vandoor. Ja, als je ziet dat je te veel racepace moet inleveren, dan zojuist dat hij natuurlijk 8 seconden nog degene achter hem zit. Als je in één keer heel snel ziet dat hij 6 of 5 seconden naar je toe rijdt, dan
is dat denk ik een betere keuze. Ja. Dus, maar dat was wel de trieste conclusie dat Fischer op de tweede plek rijdt en dat de andere vijf Nederlanders op de laatste vijf plekken liggen. Ja, dit is wel een pijnlijk gezicht inderdaad. Ik swap even door op map 1. Ik kan me nog een race herinneren die ik een keertje gezien heb bij DRE. Dat was volgens mij tegen die Duitsers, waar een beetje exact hetzelfde gaande was. Dat het toch, dat ze toch even een maatje te groot zijn. Moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn dan. Ja. Ik ga Fischer vast even toevoegen op de commentator party, zodat hij straks kan joinen. Hoor je me nog? Ik hoor je zeker nog. Ja, zeker. Ja. Ik ben een mooi gevecht van de nummers 3 en 4. Nou ja, gevecht. Ze rijden hem samen naar huis. Ik zal eventjes wachten wat Rens zegt. Anders krijgt hij pop-ups. Misschien kan dat wel. Dat is zo, ja. Dat dacht ik ook al aan. Anders kan dat misschien een beetje afleiden. Oh, ja. Doe ik. Ik ga weer weg. Goed punt. Gas geven, oefenen tot je erbij neervalt. Ja, dat is wel echt zo, ja. Maar dat de gaten dichtrijden nu, dat wordt toch wel... Dan moet je van een ander planeet zijn. En dat is alleen even lang hier op deze baan. En nu Maga die nog proberen gaat Thomas te pakken de komende 9 minuten. En daarvoor Cloud. Dat moet te doen zijn. Een Cloud die continu zit te knipperen met zijn lampen terwijl er niemand voor hem rijdt. Ja, misschien is Cloud een controlerspeler. En dan heb je wel eens dat je per ongeluk, terwijl je driftig aan het sturen bent, dat je wel eens erop drukt en dan dat je lift met lampen aan knipperen. Dus dat er zou kunnen. Of hij vindt het gewoon leuk om de mensen langs de kant te groeten. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan. Absoluut. We hebben geen Louis van Gaal langs de weg hier, net zoals bij Mount Panorama. Dus er zullen geen bekenden zijn. Of bij de Super Bowl dat er in één keer een Rihanna ergens een optreden heeft. Dat is jammer. Potverdikkie jongens, dat hadden we toch anders gehoopt, hè? Tweede en de rest allemaal de laatste vijf plekken. Ja. Nou, stiekem weg. Ik heb ze niet gevolgd, maar iets in me zei en de manier van typen met hun kreeg ik een beetje het idee dat ze zelf wat was. Oh joh, we gaan gewoon lekker rijden, weinig verwachtingen, bla bla bla. Dacht ik, nou, die zullen misschien niet zo extreem snel zijn, maar... Ondertussen? Ja, ondertussen rijdt er één man, eigenlijk twee man van DRE nu in beeld, nummer 2 en nummer 8. Hier op Schoen zegt ook jammer van de uitslag zometeen dat meer ingezeten zonder die incidenten in het begin. Absoluut waar. Er had misschien meer ingezeten, maar het is helaas niet zo. En ook dat is racen. Dat moeten we ook voor lief nemen. En ik wil geen druk bij je neerleggen, Jacob, maar zondag P1 voor je. We moeten. Ja. Laten we onszelf niet te veel druk opleggen van tevoren al. Nee, maar, absoluut niet. Ja. De enige druk waar ik op leg is mijn kringspier, maar voor de rest zien we wel waar de avond eindigt. En we hadden nog wel een beetje leed vermaakt toen die mannen begonnen over van ja, laten we een andere puntentelling doen. Want anders... Dan is het dichter bij elkaar. Hè? Dat is maar goed ook. Wij van, ze zijn bang. Nou, ondertussen. Huh? Ik zie ook alle lof voor Fiskus, zo knap gereden. Ja, echt wel. Ja. Maar ook alle andere mannen van DRE. Hè. Kijk, ga er maar tegenaan staan als je ziet dat de nummer 1 die even lang gewoon heel makkelijk wegrijdt. En je weet dat je toch moet gaan blijven knallen en alles eruit persen. En als je daar nog niet dichtbij komt, dan gaat het ook wel in je kopje zitten natuurlijk. Hè? Ja. En dat is ook wel knap als je dat kan uitschakelen en gewoon lekker doorgaat. Zoals ze volgas zegt, gewoon oefenen, knallen. Dat is de motto die we moeten hebben ook. Ja. Ja, Mr. Numaga nou op 1 seconde van Thomas. Ja, dus dat is misschien nog wel leuk om daar even in de gaten te houden. Die gaan wij heel mooi nog in de gaten houden. Dan ga ik even kijken aan de binnenkant van de auto. ...1.31.9 gereden als laatste ronde.
Ik weet niet wat je zegt, Stefan, maar het zou vast betekenen wij Nederlanders zijn de beste of zijn we iets in die richting. We hebben de Nederlanders dus ingemaakt. Volgende race winnen we weer. Ik wist niet dat Scholli Deens sprak. De Google Translate doet een hoop, hè? Doet wonderen. Ja. Ik geef hem vast op voor Suzuka of Mount Panorama. Ja, Mount Panorama, dat blijft ook wel mijn favoriete baan. Dat vind ik zo'n heerlijke baan. Nu maken we nog steeds op 1,3, dus 1,2. Die loopt niet echt in. Ja, met nog 5 minuten 40 te gaan wordt het lastig om nog de komende twee mannen in te halen. Ik zie wel op P7 en P6 en P5 ook nog dicht bij elkaar. Maar er moet wel heel wat geks gebeuren als dat allemaal nog in te halen valt. Maar laten we het hopen. Ja, Suzuka zou ook wel een hele mooie baan zijn voor het TVT eigenlijk. Hè. Daar zit echt alles in. Ontworpen door een Nederlander, hè, Suzuka? Ja, zoiets had ik vernomen inderdaad, ja. Hans Hoegenholz heeft die ontworpen. Die baan. Mooi view waar je alle auto's toch nog hier bij elkaar ziet. Waar het dichterbij lijkt dan dat het uiteindelijk is. Precies. Ja. Nu elkaar nu op 1.1, 1.2, dus hij loopt ook niet echt op Thomas in, jammer genoeg. Nou, ik zie dat hij een betere exit heeft dan Thomas. En hier op het rechte stuk is Slipstream wel heel erg lekker. Je kan hem goed later inremmen. Twee lijnen nemen natuurlijk bij aankomende bocht. Het is nog te ver om de aanval in te zetten. Maar met nog 4 minuten te gaan, moet het een target zijn voor Numaga. Nu binnen een seconde op 0,8 seconden. Kijken of hij later kan gaan inremmen. Hij houdt netjes zijn eigen lijnen. Waar ik dit al echt niet na kan doen wat deze mannen doen. Hou op. Moeten we nog wat jaartjes voor oefenen, Jacco? Ja. Wil ik er nou aan, nee. Maar hij zit er nou toch wel echt dicht op, hoor, noem elkaar, op Thomas. Ja, en hij ziet het andere treintje voor zich ook. Dus ik ben benieuwd als hij hier zo meteen langs is. Ja, maar het is nog maar 3 minuten, hè. Dus, ja, you never know. Mooi even overschakelen naar Vicious Venom, die de Nederlandse ere hoog houdt. We gaan zo meteen weer terug naar Numaga om eventjes te kijken. Ja. Hoe die maken in de gaten houden. Ja, als jij nu maken in de gaten houdt, swap ik eventjes mooi door het veld heen. Vicious Venom die nu bijna voorbij gaat. Hij zit nu echt op de kont van Thomas. Hij gaat er nu voorbij. Ja, ik ben mooi overgeschakeld naar Numaga. Oeh, pas op dat je geen. Nou, het ging echt net goed. Ja. Hij pakt het nog wel, hoor. Ja, deze ronde is hier Thomas voorbij. Die je natuurlijk met heel zijn leven gaat proberen te verdedigen. Want het einde is in zicht voor deze man, hè? Ja. Kom op, Chris. Je kan het. Ja. We hebben hier vaak genoeg gekke dingen zien doen bij DRE, dus... Echt netjes gereden met z'n allen, geen stomme domme acties. Nee, ja, een paar gekke dingetjes gezien in het begin. Waar ongetwijfeld nog wel naar gekeken gaat worden, maar het zal allemaal geen opzet geweest zijn. De Deense mannen die rijden ook erg ver, zijn gewoon snel. En dan moeten we genoegen meenemen, maar fair racen, dat is zeker volgens mij wel gebeurd. Terwijl hij nu weer, nou, hopelijk pakt hij nu op het rechte stuk. Ja, nu is hij voorbij. Maar ja, nog niet op de baan, maar...
Ja, Chris die toch echt wel moet gaan stampen om voorbij. En we zijn de laatste ronde ingegaan. Ja. Ja. Ik, nou ja, Eva, ik weet niet waar Eva rijdt. Voor nu maken haast in ieder geval de laatste ronde. Ja, absoluut. We vragen nu maar straks ook maar even in de stream. Want ik, visjes en nu maar waar. Oh, ondertussen is. Oh nee, de zilverpijler die waaronder staat. Okay. Maar de brandstof van dingetje knippert ook. Van Thomas. Van nu maar waar. Ja, maar dit is natuurlijk zijn laatste ronde. Dus als hij. Ja, Thomas knippert ook. Ze knippen allebei. Maar ze redden het wel. Ja, cool race voor gaaf. Zie ik ook Driving Dutchman zeggen in de chat. Maar dat is ook echt zo. Zeker in het begin was het ongelooflijk hoe close deze mannen tegen elkaar aangereden hebben. Die geen centimeter vrijgaven. Echt, dat was echt heel mooi om te zien. Zilverpijlen zit nu op de kont van Noemaka. Ik hoop niet dat hij hem nog even per ongeluk uittikt. Nee, dat zal hij ongetwijfeld niet gaan doen. Dat is natuurlijk een achterblijver die... Waarbij helaas Chris het toch niet gaat redden. Nee. Gaat nu richting start-finish en die moet genoegen nemen met zijn P8. Zonde. Tactiek is toch iets beter geweest ook van de Denen. En zilverpijler die hem over de finish duwt. En de nummers 3 tot de nummers 8 die zijn gespeeld. Dan hebben we eigenlijk Briardon nog achterin. Die gaat nu start-finish over. Even lang gaan met de spin over de finish. Daar is Mr. Geo. Geronimo die ook richting het einde rijdt. Maar is Vicious Venom nog. Leuke race, misschien tot volgende week. Zou leuk zijn, Robert. Altijd welkom. Ja, het blijft toch zonde, Jaco. Ik weet eigenlijk niet wat ik erop moet zeggen. De mannen die hebben echt gestreden voor wat ze waard zijn. Maar die Denen die zijn gewoon van een ander planeet. Poepie snel. Ja, absoluut waar. Ben niet teleurgesteld, absoluut niet. Maar gehoopt dat het toch meer haalbaar was. Ja. Ik sta erin. Dinsdag is er de GR2-kampioenschap bij ons, Robert. Oh, je hebt het al klaarstaan, commentator party. Ja, dit was het dan, mannen. Dit was de race van de race 1, de pro race. En daar zijn we toch best wel een beetje afgegaan. Inderdaad, we hadden het anders gehoopt. Ja, inderdaad. Maar we kunnen eens kijken wat de mannen te zeggen hebben. Ik hoop dat ze het gelezen hebben, dat ze de party in willen of kunnen. Ja, ik zou ze nu even toevoegen, als ze dat niet al zijn. Spelers toevoegen. Nu mag gaan. Oh, zijn heel veel nu maar gaan. Are you from Mars? Ja, dit is wel wat ik ook al zei, van een andere planeet. Geronimo die is er zo klaar mee, die denkt, jongens, ik ga eruit. Toedeledokie. En Vicious Venom. Vicious Venom. Onze Vicious Venom, wilt u zich melden bij Smalland, alstublieft? Even kijken, hoe heet die? DCS. Laatste streepje, Fiscus. Koes. Eva Lang is een heel, heel lang stuk aan het typen, volgens mij. Ik gebruik liever een andere auto. Jij bent snel. Priadon. I'm just a regular woman.
Ouch. Toen nog vrouw, oké. Okay. Nou, heel knap. This was horrible. Penalties not on it and a total crash fest. The first 8 laps. Oh, nou nu ben ik eigenlijk niet blij. Nee, dat is wel... Ja, het is alleen jammer dat je het zo openbaarlijk doet. Ja. Chris, ik snap je frustratie of je dingetjes die je hebt. Maar in mijn optiek viel het eigenlijk allemaal wel mee. Maar ik denk dat het beter is om dit na de race allemaal te gaan bespreken met elkaar. Ik vermoed niet dat er toch nog iemand gaat komen, Jacco. We wachten nog heel eventjes en anders... Mr. Numaga die nu de discussie aangaat in de chat. Zullen we ermee stoppen? Ja, okay. Ik denk dat het mooi is om af te sluiten. In ieder geval wil ik alle kijkers bedanken die ook goed fanatiek mee waren in de chat. Jullie hebben ons er ook doorheen geholpen vanavond. Het is altijd leuk om een beetje interactie te hebben met alle kijkers ook. Dus wat dat betreft, jullie hartstikke bedankt. Ik wil alle rijders bedanken ook die vanavond gereden hebben. De strijders van DRE, die verdienen toch een applaus. Want ze hebben echt moeten strijden voor hun plekje. Zeker. En er had gewoon meer in gezeten, dat weten wij allemaal. Maar vanavond moeten we toch de baan af. Ik zou zeggen, drink er allemaal eentje even goed. En ik wil jou ook enorm bedanken, Jacco. Het was leuk, onze eerste keer samen. Dus, ja, niet de laatste keer, hoop ik. Nee, dat hoop ik ook niet, maar daar gaan we niet vanuit. En, party people, fijne avond. Houdoe, hoi.